En heel belangrijk in het prostaatcentrum is dat we de patiënt helpen om een keus te maken voor welke behandeling voor hem nou eigenlijk het beste is. Dat veel ideeën vanuit onderzoek gesteund worden, dat het gericht is op ontwikkeling vooruit. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat de juiste keuze wordt gemaakt en dat je dat kunt aanbieden. Dus dat je het hele palet kunt aanbieden aan behandelingen. En dat kan hier. Meneer Bakker. De patiënten die in het Antonie van Leeuwen komen voor het prostaatkankercentrum is eigenlijk een hele brede patiëntengroep. Het is beginstadium van prostaatkanker, mensen die willen weten of zij echt de best passende behandeling krijgen, tot mensen die in een ander ziekenhuis te horen hebben gekregen dat bepaalde behandelingen voor hen niet meer kunnen, waarvan wij kijken of dat hier op een andere manier dan toch zou kunnen. Je zou dit ook kunnen bestralen en dat kan op twee manieren. Vooraf met patiënten kijken van wat is medisch mogelijk en wat zijn wensen van patiënten en hoe kunnen we zo individueel mogelijk voorspellen wat die behandeling uiteindelijk zal betekenen voor patiënten. Goedemorgen iedereen, we gaan gelijk van start met onze eerste patiënt. De individuele patiënten worden eigenlijk altijd multidisciplinair besproken en dat is een bespreking waarbij een patholoog-anatoom zit, een oncoloog, een uroloog, een radioloog. De foto's, de voorgeschiedenis, alle gegevens die we van een patiënt hebben, die worden daarin meegewogen. En we richten ons naast de behandeling van de kanker ook op kwaliteit van leven. Wat is belangrijk voor iemand? Waar haalt iemand plezier uit? En welke klachten en bijwerkingen zouden daar een groot verlies op betekenen? Als het gaat over plassen, als het gaat over erecties, urine-incontinentie of problemen met je darmen. Eigenlijk zal dat altijd aan bod komen. Hoe ga je daar maar om? Hoe kun je het voorkomen? Dat is een hele belangrijke vanuit de operatiehoek, maar ook als je het eenmaal hebt, hoe ga je er dan zo goed mogelijk mee om? En zijn er misschien mogelijkheden om dat te verbeteren nog, die functies? En hier heb je een stukje rectum, hè, wat dichterbij komt. Ja. En er wordt veel samengewerkt, zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten met andere centra. Er worden veel studies verricht. Er wordt ook internationaal veel samengewerkt. En dat, je merkt dat hier aan de sfeer, hè, dat iedereen vooruit wil. Die werkweek is wel gevuld met prostaatkanker. En dat zie je natuurlijk ook bij de andere teamleden. Dat maakt dat je discussies hebt over zaken en discussies tot in de kleinste finesses hebt over waar de wetenschap nou net dat of dat heeft gezegd of waar de nieuwste inzichten zitten. En dat is ook een van de dingen die we in het Antonie van Leeuwenhoek proberen, is dat we behandelingen ontwikkelen die misschien niet over 20 jaar pas iets opleveren, maar op kortere termijn al inzicht geven in of een behandeling überhaupt nuttig is en nodig is. En uiteindelijk natuurlijk ook op korte termijn resultaat hebben in verbetering van uitkomsten, zowel functioneel als ook het overleven van prostaatkanker. Het is heel bijzonder om met dat soort nieuwe ontwikkelingen vooraan te kunnen lopen en met elkaar als team dat uit te kunnen dragen. En dat vind ik het bijzonder aan het Antonie van Leeuwenhoek, dat alles kan. De operatie is goed gegaan. Uiteindelijk gaat het altijd gewoon om mensen. Maar de manier waarop dat we daarmee omgaan, hoe je mensen kunt helpen om van die ziekte af te komen of die ziekte beheersbaar te maken, ja, daar is natuurlijk echt wel heel veel in bereikt. En dat gaat door. Welkom iedereen hier vanavond in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Voor een aantal van u is dit een plek die u kent, omdat u hier behandeld wordt bijvoorbeeld. Voor een aantal van u is dit een nieuwe plek. Ik wil iedereen heel erg welkom heten in deze bijzondere maand. Het is natuurlijk prostaatkankermaand, dus niet helemaal voor niets dat vandaag hier ook deze publiekslezing is. Het zit helemaal vol, zoals u gezien heeft. Dus er is bijna geen enkele stoel meer vrij, dus daar zijn we heel erg blij mee. Dat is ontzettend fijn dat u hier met zoveel bent. En we hebben ook een heel druk programma voor u. Dat heeft u waarschijnlijk ook al wel gezien. Met een enorme diversiteit aan onderwerpen. Dus ik hoop dat u natuurlijk een hele goede dag heeft. Of een goede avond heeft. En dat wil ik ook zeggen tegen de mensen die op afstand, die kijken op de livestream via LinkedIn of via Facebook. Of uiteindelijk straks via de website deze presentatie zullen volgen. Goed. Ik ben Erik van Muilenkom, u heeft mij net al even gezien in de dia of in de film. Hier werkzaam als verpleegkundig specialist binnen het urologische specialisme. Ik had natuurlijk eigenlijk, ik moet gelijk beginnen met een excuus, ik had natuurlijk eigenlijk mijn snor moeten laten staan. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik ben het gewoon volledig vergeten deze maand. Maar ik heb wel een hele mooie ribbon. En dat is de blauwe ribbon. Die kent u misschien ook. Dat is ook een teken van prostaatkanker. Dus zo op deze manier probeer ik het een heel klein beetje goed te maken. Maar dat is een zwak excuus. Dat realiseer ik me ook. We hebben een aantal lezingen. Zoals ik u al zei, die heeft u gezien. Dus nou, dat gaat over
Ja, hoe zit dat nou eigenlijk met prostaatkanker? Hoe maak je die diagnose rond? Wat voor soorten behandelingen heb je? Hoe zit het met erfelijkheid? Misschien kun je die kankeren genezen, misschien lukt dat niet. En wat kun je dan nog doen? Dus het is een enorme diversiteit aan presentaties vanavond. We hebben één wisseling in de sprekers. Pim van Leeuwen, een van onze urologen, die zou hier eigenlijk zijn vanavond. Die is helaas verhinderd, maar gelukkig is een van de andere urologen, Niels Graafland, die zijn plek overneemt. Zoals ik al zei, deze hele avond wordt gestreamd via LinkedIn en via Facebook. En uiteindelijk zal ook het hele programma, als u denkt van, oh jee, ik moet heel veel opschrijven of als ik nog eens even iets wil terugzien, dan kan dat via het avl.nl en dat kan vanaf morgen, want dan zal het hele programma ook weer te zien zijn. Mag ik u vragen uw mobiele telefoon op stil te zetten? Als u dat nog niet gedaan heeft, nou bedenk ik me ook ineens zelf, heb ik dat zelf wel gedaan? En dat heb ik zelf ook gedaan, want het is heel vervelend als er steeds mobiele telefoons aangaan. Het is een vol programma, het loopt door. Wij realiseerden ons dat eigenlijk van de week pas met heel veel mensen die iets urologisch hebben. En we hebben geen plaspauze tussendoor. Mocht u toch even naar het toilet, ga er gewoon rustig uit en loop even naar het toilet. Dat is geen enkel punt. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van de presentaties. U heeft allemaal een kladblok gekregen, kladblokje gekregen, met een pen. Hopelijk, of misschien heeft u die zelf wel bij zich. Mocht u vragen hebben, schrijf ze even op. Ze worden tussendoor verzameld en ik zal uiteindelijk aan het einde van het programma deze vragen ook een beetje ordenen, want vaak zijn er wel verschillende vragen over hetzelfde thema. Die zal ik bij elkaar leggen om dan uiteindelijk aan de sprekers voor te leggen. Dus zo gaan we het doen. Los van dat we hier met een heel aantal professionals zitten, hebben we ook een patiënt. Iemand die aan de lijf heeft ondervonden hoe het is om prostaatkanker, om behandeling te hebben ondergaan en eigenlijk ook nog steeds te hebben. En daar zullen we straks ook mee, daar zul ik straks mee in gesprek gaan. Goed, voor het programma. Eerst komt die diagnose aan bod door Niels Graafland. Vervolgens zullen we het hebben over erfelijkheid. Daar zijn toch ook altijd heel veel vragen over. Wat is nou die prostaatkankeroperatie? 2020 en wat komt eraan? Radiotherapie, daar is veel in te doen. Veel nieuwe technieken komen aan bod. Interview met een patiënt en dan als afsluiter de nieuwe geneesmiddelen voor patiënten waar uiteindelijk die kanker toch weer terugkomt of nog steeds er is, wat daar te doen is. En dan hebben we nog vragen en dan kunnen we nog wat drinken. Nou, dan is het inmiddels al 9 uur, denk ik. En dan gaan we weer allemaal staan en dan gaan we weer wat anders doen, denk ik, vanavond. Urologische tumoren, even een kleine blik. Urologische tumoren, dat zijn er een heel aantal. Dat is prostaatkanker, dat is blaaskanker en dat is nierkanker bij de mannen aan de linkerzijde. Nou, die staan hoog in de top, zal ik maar zeggen. Klinkt een beetje gek. Bij vrouwen zie je ook al urologische tumoren en daar zie je in deze rij van 1 tot 10 een nierkanker staan. Maar eigenlijk prostaatkanker is de belangrijkste tumor voor mannen in de westerse wereld. En dat is ook zo in Nederland. Je ziet uiteindelijk, en in deze lijn zie je dat het aantal kankerpatiënten of aantal patiënten met prostaatkanker neemt toe over de laatste jaren. Over de laatste decennia eigenlijk. En ongeveer dat risico dat je dat krijgt als man ligt zo rond de 8,8%. En als je wat ouder bent is dat risico wat hoger, als je wat jonger bent is dat risico wat lager. Betekent niet dat er meer mensen uiteindelijk overlijden aan die prostaatkanker. En straks mogelijk komt dat ook nog aan bod. Je ziet met name dat er ook meer wat laag risico prostaatkankers worden gediagnosticeerd. Die mensen die hebben die ziekte en dat kun je heel goed genezen soms. Uiteindelijk zie je dat de groep mensen die uiteindelijk overlijdt aan prostaatkanker, die is er ook nog steeds. Soms op de lange termijn natuurlijk, maar die blijft redelijk stabiel. Goed, even iets korts over ons centrum. Dit is het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Wij zijn natuurlijk het kankercentrum hier in de regio. Maar wij werken wel binnen een netwerk. Het prostaatkankernetwerk. En daar zijn verschillende ziekenhuizen bij betrokken. Dat is de VU, het Amsterdam UMC heet dat tegenwoordig natuurlijk. We hebben samenwerkingsverband met Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en in Den Helder. Er zijn samenwerkingsverbanden met het Rode Kruis Ziekenhuis, met Sint-Jansdal. En die groep zal waarschijnlijk steeds groter worden. En waarom doen we dat? Eigenlijk om krachten te bundelen, om soms een deel van die behandeling hier centraal te doen. Maar met name ook
om te kijken hoe je de kwaliteit van die zorg kunt verbeteren. Dus dat betekent ook kritisch zijn op elkaar wat je doet. Kijken naar je complicaties, kijken naar reacties op behandelingen. Voldoende behandelingen doen om een kritische massa te krijgen, zoals dat heet. Dus dat heeft heel veel facetten. En daar zijn we eigenlijk ook heel erg enthousiast over dat dat tegenwoordig zo loopt. Voor de prostaatoperaties betekent dat bijvoorbeeld dat we hier heel veel operaties doen vanuit al die centra. Dat betekent dat al de diagnostiek en de nazorg in de andere centra gebeurt met dezelfde kwaliteit, overal hetzelfde, maar dat een bepaald onderdeel van die behandeling hier plaatsvindt. En dat zal ook de trend zijn voor andere behandelingen. Goed, volgens mij heb ik genoeg gesproken op dit moment. Wil ik graag beginnen met de presentaties. En dan wil ik graag de eerste spreker aankondigen, dat is Niels Graafland. Hij is uroloog hier in het ziekenhuis en hij zal ons meenemen in de diagnose prostaatkanker. Niels. Ja, bedankt voor de inleiding. Ben ik er goed te verstaan? Ja. Mooi. Ik zal iets vertellen over hoe komt de diagnose van prostaatkanker tot stand. Als gezegd is de incidentie van prostaatkanker in Nederland en niet alleen in Nederland is stijgende. Met name een sprong tussen 1990 en 2000. En dat heeft vooral te maken met ontwikkeling en het vinden van de PSA-test, de bloedtest. Toen is er meer kanker gediagnosticeerd. Dus misschien was het er wel, maar toen kwam de diagnose meer tot stand. Ook de vroegdiagnostiek. Dus je ziet dat de sterfte daalt. Met name omdat er meer mensen met prostaatkanker worden gediagnosticeerd in een lager stadium. Waarschijnlijk en ook omdat de behandeling beter is geworden. Sommige mensen weten niet hoe de diagnose tot stand komt. En denken dat als je plasklachten hebt, in dit voorbeeld dan dat je je schoenen onderplast, dat dat een teken is van prostaatkanker. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Dit is vaak wel voor een man aanleiding om een keer naar de dokter te gaan. Maar het hoeft niet te betekenen dat je prostaatkanker hebt. Dat kan ook gewoon te maken hebben dat je goedaardige prostaatvergroting hebt. Wat de huisarts dan kan doen is voeden naar de prostaat. Dat ziet u op het linker plaatje. Dat heet ook wel een rectaal touché. En dan kan je voeden naar de prostaat en dan kan je voelen hoe groot is de prostaat. Hoe vast voelt de prostaat aan? Een ander woord is de consistentie daarvan. En heb je aanwijzingen dat het een verdachte prostaat is of niet? Nou, verdachte prostaat kan passen bij prostaatkanker, maar dat hoeft niet. Vroeger was dit de diagnose. En dan kan je voorstellen dat je, als je alleen voelt dat de prostaatkankers in een verder gevorderd stadium gevonden worden. PSA-test is een tweede onderzoek wat een huisarts kan doen. En dan is een bloedafname. En het is een prostaatspecifiek antigeen wat geprikt wordt. Het prostaatspecifiek antigeen is dus prostaatspecifiek, maar het is niet prostaatkankerspecifiek antigeen. Dus het zegt iets als het verhoogd is dat er iets met de prostaat kan zijn. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat de prostaat wat groter is als gemiddeld, dat die ontstoken is, dat er prostaatkanker is, maar ook dat er bijvoorbeeld een blaasontsteking is of andere dingen waardoor het PSA toegenomen is. De controverse is, moet je vroeg onderzoek doen naar prostaatkanker, oftewel moet je screening doen. En dat is altijd een lastige afweging tussen wat zijn de risico's van screening, wat zijn de nadelen van screening. En dat is bijvoorbeeld het risico van een biopt of angst die het bij een patiënt op kan wekken. Als het bijvoorbeeld onterecht verhoogd PSA is. Door screening krijg je meer kleinere tumoren. De vraag is of je elke kleinere tumor moet behandelen bij elke patiënt. Dat kan leiden tot overbehandeling. En de vraag is van in hoeverre voorkomt prostaatscreening prostaatkanker gerelateerde sterfte. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Er is geen nationale screening. Dus het is niet zo bijvoorbeeld bij darmkanker dat je wordt uitgenodigd om je ontlasting in te leveren. Dat je wordt uitgenodigd om PSA te prikken. Maar screening is zeker wel iets wat de individuele patiënt aangeboden kan worden. Met een levensverwachting van meer dan 10 jaar. En waarom staat die beperking er wel bij? Dat we menen dat prostaatkanker, met name de screening daarna, het PSA, niet heel zinnig is als je niet heel lang te leven hebt. En dat is natuurlijk heel arbitrair. Dat verschilt per patiënt. Dat is niet in een leeftijd is dat te vatten. Maar je kan je voorstellen dat als je 85 jaar bent, dat je levensverwachting niet meer dan 10 jaar is. En dat je dan zeker geen PSA moet prikken. Welke patiënt die zal dan waarschijnlijk om zijn PSA vragen? Want zo gaat dat dan denk ik vaak bij de huisarts. Dat is de patiënt die wil weten of er prostaatkanker is. Mede waarschijnlijk ingegeven door een familielid
familieleden of omgeving die ervaring heeft met de diagnose prostaatkanker. Als je dan PSA laat prikken en het is verhoogd, dan kom je in het algemeen bij de medisch specialist, de uroloog. En wat hij dan doet is voelen naar de prostaat. Het voelen van naar de prostaat is niet heel betrouwbaar. Dat houdt dus in dat je daarmee niet een goed onderscheid kan maken tussen prostaatkanker of geen prostaatkanker als het PSA verhoogd is. Inmiddels is het de definitie van verhoogd PSA is meer dan 3. Maar die definitie is wel wat afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. En dat is de aanname dat gedurende de leeftijd groeit de prostaat en daarmee wordt ook de PSA hoger. Dus het kan zijn dat een PSA van 3 of 4 bij iemand van 80 of 70 niet verhoogd is, omdat de leeftijdsgrens net iets anders is. Dit is de reden om ook vooral screening niet te doen bij iedereen. Het automatisme bij de uroloog was prostaatbiopte. Hier ziet u een voorbeeld van prostaatbiopte. Ik zal het plaatje even uitleggen. Dit is een schematische weergave van de anus. Dit is een echo en dit heet een transanale echografie. En met die echo kan je met geluidsgolven kan je de prostaat in beeld brengen. En daar kunnen we in prikken en dat heet dan prostaatbiopte. En prostaatbiopte gaat via een zogenaamde naaldgeleider, zodat je stabiliteit hebt. En dan prik je door de endeldarm in de prostaat. Zoals u weet is de endeldarm zit daar ontlasting en bacteriën, de poepbacteriën. En als je dan door de endeldarm in de prostaat prikt, kan je je voorstellen dat je daarmee een ontsteking krijgt of opwekt. Dat is ook zo en dat is zeker niet meer wat iets standaard is. Transrectale prostaatbiopte, dat is zeker niet meer de eerste stap. En dat heeft te maken met het risico op ontsteking. Dus niet elke patiënt met een verhoogd PSA die van oudsher dan prostaatbiopte krijgt, moet dat aangeboden krijgen. Wij hebben een vooronderzoek, wat we heel belangrijk vinden, met name de MRI-scan. Ongetwijfeld heeft u dat gehoord, de MRI van de prostaat. De MRI van de prostaat kan niet de diagnose prostaatkanker bewijzen, want dat is nog altijd het biopteren, maar het kan wel suggereren dat er iets afwijkends is of niet. Ik kom zo meteen terug op een plaatje van een MRI-scan. Je kan ook een specifieke urinetest doen en die kijkt dan naar bepaalde markers in de urine. Dat wordt opgestuurd naar de fabrikant en die bepaalt dan of er een risico is op het hebben van prostaatkanker wat bedreigend kan zijn. En in het algemeen worden dan prostaatkankers met een lage agressiviteit, dat is de zogenaamde Gleason score 6, wordt dan niet bedreigend beschouwd, maar het gaat met name om de Gleason score 7 of hoger. Dat noemen we dan gemiddeld of hoog agressieve prostaatkankers. Wat is het verstaan bij het woord voor score? Pardon? Je zegt een puntje score van 6. Oh, sorry, de Gleason score. Daar ging ik inderdaad wat snel overheen. Gleason is een patholoog, inmiddels een hele oude patholoog als die al niet overleden is. En deze patholoog heeft onder een microscoop heeft hij de diagnose prostaatkanker gedefinieerd. En die diagnose prostaatkanker is niet een zwart-wit diagnose. Dat betekent niet van je hebt prostaatkanker, ja of nee. In die diagnose prostaatkanker zit een grijs gebied. En dat houdt in dat er verschillende agressiviteiten zijn. Al die prostaatkankers heten prostaatkanker. Maar om die agressiviteit beter te specificeren, heeft Gleason een scoresysteem bedacht. En die scoresysteem is genoemd naar hem en die heet de Gleason score. En we noemen prostaatkanker vanaf een Gleason score 6. En dat heet tegenwoordig ook wel de laag risico prostaatkanker. Ik wil het niet heel veel ingewikkelder maken dan dat, maar je hebt dus ook een Gleason score 7, dat is dan gemiddeld risico, 8, 9 en 10, de hoog risico prostaatkanker. Deze onderzoeken die u ziet zijn niet invasief, dat betekent dat er eigenlijk geen risico's aan zijn. De specifieke urinetest is plassen in een potje, de MRI-scan is liggen. Als je claustrofobische bent of soms bepaalde materialen in je hebt, zoals bijvoorbeeld een pacemaker of een metaalsplinter, kan dat soms problematisch zijn, maar de meeste mensen kunnen dat ondergaan. Er is ook een scoresysteem bedacht om een risico in te schatten van wat is het risico dat de individuele patiënt die voor mij zit met een PSA van zeg 4 prostaatkanker heeft. En met die scoresysteem wordt er onder andere rekening gehouden met de leeftijd van de patiënt en de grootte van de prostaat.
Dat is soms ook wat lastiger voor de individuele patiënt, omdat er komt een risicoscore uit. En die risicoscore, dat is ook weer niet een ja-nee antwoord. En dat maakt het dan wat lastiger interpretabel. Maar zo'n prostaatwijzer is zeker wel iets om mee te nemen. Wij zijn bezig om die risico-inschatting individueel beter te maken. Waaronder wat ik al zei, de leeftijd en de PSA-waarde. Het volume van de prostaat. Hoe groter de prostaat is, hoe hoger in het algemeen de PSA geaccepteerd wordt. En de MRI-scan. En dat is denk ik wel de speel in het web, in de prostaatdiagnostiek, zeker heden ten dagen, om een MRI van de prostaat te doen bij een verdenking op prostaatkanker. Zoals gezegd kunnen de meeste mensen in de MRI-scan. Hier ziet u een schematisch plaatje van de MRI-scan. Dat is een dwarsdoorsnede van in dit geval de prostaat. Achter de prostaat ligt de endeldarm. Dus nogmaals, als we voelen naar de prostaat met de vinger of met echo, kan je dus zo tegen de prostaat voelen. Aan de voorzijde van de prostaat ligt de blaas. Dit is een gedetailleerd en een ingezoomd plaatje. In dit geval is dan de T, dat geeft aan dat het een verdenking is op een tumor. Het is niet bewezen tumor, tenzij het onder de microscoop bewezen is, maar er is een sterke verdenking op een tumor. Waarom wordt dat dan gezegd? Kan ik even kort toelichten. Dat dit is de buitenzone, ook wel de perifere zone genoemd. Die verwachten we lichtgrijs zoals hier. Kan soms aangedaan zijn als bijvoorbeeld mensen een ontsteking hebben. Maar aan de rechterkant ziet u dat het donkerder is en dan is het een tumor. Een MRI-scan maakt niet alleen deze plaatjes. Die maakt ook een soort van hitteplaatjes en de beweging van moleculen. En die drie plaatjes worden over elkaar heen gelegd. En dan krijg je een zogenaamde risicoscore op het hebben van een afwijking wat prostaatkanker kan zijn. Dan is natuurlijk de eerste relevante vraag van moet je dan als je MRI-scan negatief is geen biopsie doen? Nou, daar is discussie over in de literatuur en ook in de urologische wereld. Met name omdat er verschillende studies zijn gepubliceerd die goede resultaten laten zien als je MRI-scan van de prostaat vergelijkt met standaard biopteren. Maar bij allebei de technieken, dus dat is standaard willekeurig biopteren en de MRI-scan, wordt prostaatkanker gemist. Het is dus niet zo dat elke MRI van de prostaat prostaatkanker ziet. Dus als de MRI-scan goed is, hoeft het niet te betekenen dat er geen prostaatkanker is, helaas. Die onderzoeken, dat is nog wat lastiger, die hebben dan de definitie gekeken naar klinisch significant prostaatkanker. En de definitie van klinisch significant prostaatkanker kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, we vinden de prostaatkankers met de Gleason-score, daar komt hij weer van 7 of hoger klinisch significant. Of minimaal 2 biopten met kanker significant. Daar is dus wat verschil in. En dat maakt het dus ook lastig om die studies goed te vergelijken. De beste screening, of in ieder geval detectie van prostaatkanker, is vooralsnog een MRI-scan van de prostaat gevolgd door prostaatbiopten. Als de MRI-scan iets laat zien wat verdacht is, kan je gericht biopteren. Maar ook de andere gebieden die niet verdacht zijn, kan je biopteren met prostaatbiopten. En dan combineer je het eigenlijk het beste van twee werelden. Dit geeft de hoogste pakkans van prostaatkanker. En het voordeel is met name als je het zogenaamd perineaal biopteert. Nu komt een andere term, het perineum. Dat is het huidgebied tussen de balzak en de anus. En het perineum, dat is de huid die gevoelig is, maar die kan je lokaal verdoven. En dan kan je met behulp van de transrectale echo, in plaats van dat je transrectaal biopteert, biopteer je door het perineum. Het voordeel daarvan is dat je niet door de endeldarm biopteert, dus de kans op een infectie is nihil. Dus het grootste nadeel van transrectaal biopteren heb je hiermee gepasseerd. Tweede voordeel is dat als je een verdenking hebt op een tumor aan de voorzijde van de prostaat, ik zal nog eens uitleggen, hier op de MRI-scan, dit is de endeldarm, dat witte is de blaas, dat is urine gevuld in de blaas, dit is de prostaat, dit is de linkerheupkop, dit is de rechterheupkop. En dan zit bijvoorbeeld aan de voorzijde is een verdachte afwijking, wat dan met behulp van de echo in beeld gebracht kan worden. Dus met name die voorzijde tumoren kan je ook goed raken. Je kan je voorstellen als je die voorzijde tumor hier zit, via de achterkant wil prikken, dan moet je eerst door de normale prostaat die tumor raken. Dus dit is de combinatie wat wij ook in ons ziekenhuis doen. We doen eerst een MRI-scan en dan perineale prostaatbiopte.
voordeel ook van eerst een MRI-scan doen en dan biopten is dat je gericht kan prikken. Maar ook dat je geen bloeding bijvoorbeeld in de prostaat hebt, wat je kan hebben als je een MRI-scan doet na de prostaat. Dan is het daardoor het beeld vertroebeld. Als gezegd, de enige diagnose waarvan we denken dat prostaatkanker gesteld kan worden is onder de microscoop met de zogenaamde Gleason-score. De Gleason-score is dus een agressiviteitsscore. Dan kan bepaald worden wat voor type prostaatkanker het is, maar met name de agressiviteit en hoe uitgebreid het lijkt onder de biopte. De MRI-scan van de prostaat is al gedaan dan. En als er kenmerken zijn van hoog risico of uitzaaiingen, en dat is bijvoorbeeld als de PSA 20 of meer is, als het een prostaattumor is die groot is, of als het een agressievere prostaatkanker is, een Gleason-score 8 of hoger, en soms ook 7 bij bepaalde kenmerken, dan kunnen we een PSMA PET-scan doen. Dat is een scan die combineert een stofje wat je in het bloed spuit, PSMA-stofje, dat wordt radioactief gemaakt in combinatie met een CT-scan. En die plaatjes die worden over elkaar heen gelegd en dan ziet u hier in de buikholte ziet u een verdachte klier die verdacht is voor een uitzaaiing. Wat is het voordeel van deze scan? Die is een stuk gevoeliger dan alle scans die we tot op heden hebben gehad. Die is met name heel goed in het voorspellen dat er prostaatkanker is als het stofje daar is. Wat is er minder goed aan de scan? Deze scan is niet 100% betrouwbaar. Je moet uitzaaiingen hebben die een bepaalde grootte hebben om het stofje op te nemen. En met name uitzaaiingen van 4, 5 mm of kleiner kan je missen met die scan. Dus het is voor ons niet een vervanger voor een lymfeklierverwijdering of een klierverwijdering. Maar het is met name een aanvullende screening om te kijken of bepaalde behandelingen wel of niet kunnen. Want dat is dan de volgende stap in het diagnostisch traject. Welke behandeling kunnen we iemand het beste aanbieden? Uiteraard is dat afhankelijk van tumorkarakteristieken. Als gezegd in het filmpje wordt het besproken in een multidisciplinair overleg. Wordt gekeken naar de MRI-scan, wordt gekeken naar de biopte, wordt gekeken naar de PSMA PET-scan als die nodig was en gemaakt is. En met name ook wordt er gekeken, wat wil de patiënt? Zijn er mogelijkheden om actief af te wachten als het een kleine beperkte tumor is die niet agressief is? Of moet er geopereerd worden omdat bijvoorbeeld de patiënt plasklachten heeft? Inwendig bestralen is soms ook een goede behandeling. Maar dat kan weer niet bij bepaalde grote tumoren of bepaalde grootte van de prostaat. Uitwendige bestraling met hormoontherapie kan ook zeker een goede behandeling zijn. Focale therapie wordt aangeboden in studieverband. Dat is niet de standaardtherapie. De standaardtherapie zijn de eerste 4 die opgenoemd zijn. Als mensen niet meer lokaal te genezen zijn, wordt soms gekozen voor hormoontherapie of chemotherapie, waar later ook op ingegaan zal worden. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Eén korte vraag even. Je had het net een paar keer over risico, laag risico, hoog risico, een gemiddeld risico. Wat bedoel je daar precies mee? Prostaatkanker? Ik weet het natuurlijk wel, maar ik wil het even verduidelijken naar de zaal. Ja, de diagnose en het risico-inschatting is gebaseerd op onderzoek. En dat is ouder onderzoek en goed gedegen onderzoek verricht. En er wordt gekeken van wat is het risico bijvoorbeeld op overlijden of op uitzaaiing in de lymfeklieren. Dat is met name een combinatie van verschillende factoren die meegewogen worden. Net kort gezegd, bij de PSMA PET-scan is de hoogte van het PSA wel van belang. Maar die afkapwaarde wordt als meer of minder dan 20 gezien. Dus als het meer dan 20 is, kom je per definitie al in de hoog risicogroep. Minder dan 20, dan kan je nog in de gemiddelde risicogroep vallen. In de laag risico is dat onwaarschijnlijker. Maar die risicogroepen is gebaseerd op wat je voelt. Dat geeft een beetje weer wat de grootte is van de tumor. Als je iets afwijkend voelt, zal het wel een grotere tumor zijn. Een combinatie van de Gleason-score en de PSA. Als ik dit uitleg, dan realiseert het zich misschien al dat de MRI-scan daar eigenlijk niet in wordt meegenomen. Ook de PSMA PET niet. Dus waarschijnlijk zal het over 10 jaar wel een keer gaan veranderen. Maar dat is van oudsher is dat de risico-inschatting die gedaan wordt. Dus het rectaal dossier, het voeden naar de prostaat, PSA-niveau en de Gleason-score. Oké, dankjewel.
Mocht u vragen hebben, schrijf ze op. Die komen straks komen ze aan bod. We gaan gelijk door naar de volgende presentatie. We weten heel veel wel over erfelijkheid, maar we weten volgens mij veel meer niet over... Veel meer niet over erfelijkheid. Bij sommige tumortypen weten we het wat meer. Bij prostaatkanker weten we volgens mij wat minder. Maar gelukkig hebben we iemand die daar heel veel van weet. Hoe dat nou precies zit. En daar zijn ook altijd heel veel vragen over in de praktijk. Bij mannen die misschien een zoon hebben. Waarbij in de familie misschien meer prostaatkanker voorkomt. Of andere soorten tumoren. Ja, wat moet ik nou doen? Wat moet ik mijn kinderen adviseren? Dus ik wil heel graag Marleen Kets uitnodigen. Klinisch geneticus hier in huis om ons mee te nemen in dit thema. Dankjewel, Erik. Ik ben klinisch geneticus, ook wel erfelijkheidsarts. Werkzaam hier in het AVL. En ik zal wat vertellen over erfelijkheid en prostaatkanker. Nou, ik begin even met de belangrijkste boodschap. Meestal is er geen erfelijke aanleg als iemand prostaatkanker heeft. We weten dat prostaatkanker best vaak voorkomt bij ongeveer 9% van de mensen. Dus als dat vaker in de familie voorkomt, bijvoorbeeld bij twee neven... dan kan dat gewoon toevallig zijn. Bij ongeveer 5 tot 10 op de 100 mannen komt er wel een erfelijke aanleg voor. En in deze dia weergegeven met 20 mannen... betekent dat dan dat mogelijk 1 persoon een erfelijke aanleg heeft of hooguit 2... maar dat 18 of 19 van deze mannen geen erfelijke aanleg heeft. Dit zijn twee voorbeelden van een stamboom. En in een stamboom is een vrouw een rondje... en een man een vierkant. En dit, de linker stamboom is een voorbeeld van een gezin met 3 zoons. En de vader heeft op 72-jarige leeftijd prostaatkanker gehad... en 2 van de zoons ook op 65-jarige leeftijd en 57-jarige leeftijd. En de andere stamboom is een voorbeeld, wederom een gezin met 3 zoons... waarvan de vader op 52-jarige leeftijd prostaatkanker heeft gehad... en de zoon op 57-jarige leeftijd. En deze stambomen zijn een voorbeeld van een familie die voldoet aan de criteria om van erfelijk prostaatkanker te spreken. We spreken daarvan als er 3 keer of vaker prostaatkanker is voorgekomen in de familie bij naaste verwanten, ongeacht de leeftijd, of als het 2 keer is voorgekomen en de gemiddelde leeftijd 55 jaar of jonger is. En in de Nederlandse richtlijn hebben we dan afgesproken dat er in dat geval reden is om verwezen te worden naar de klinische genetica. En wat we adviseren aan de eerste graads verwanten van personen met prostaatkanker in zo'n familie. En eerste graads verwanten zijn de zoons en de broers en soms ook de vader. Dat we van 50 tot 75-jarige leeftijd 1 keer per 2 jaar die PSA laten bepalen die de vorige spreker al heeft uitgelegd. Omdat we niet goed weten of hebben eigenlijk nog niet het bewijs of die PSA-controle in deze families zinvol is, bieden we daarnaast aan om geregistreerd te worden bij de STOET. En de STOET is de Stichting ter Opsporing Erfelijke Tumoren. Die zit in Leiden. En nadat iemand toestemming heeft gegeven, kunnen die families dan in een grote database vervolgd worden. En er wordt gekeken wat de prostaatcontroles oplevert. En dan weten we op termijn hopelijk of dat zinvol is... of dat de controles misschien moeten worden aangepast. Nou, als iemand verwezen wordt naar de klinisch genetische spreekuur... dan zullen we allereerst een stamboom maken. Van tevoren wordt dan vaak al gevraagd om familiegegevens... hoeveel familieleden er zijn, of ze kanker hebben gehad... welk soort kanker ze hebben gehad en op welke leeftijd dat is ontstaan. We zullen ook uitleg geven over de oorzaken van prostaatkanker. Soms erfelijke factoren, maar ook leefomstandigheden. Bijvoorbeeld lifestyle, zoals hoog gewicht of eetgewoontes. De controleadviezen, waar ik het net over had, worden uitgelegd. En we leggen ook altijd uit dat je soms in een familie, als je heel veel PSA-bepalingen doet... soms prostaatkanker zult vaststellen bij familieleden die een laag risico prostaatkanker hebben... en die er misschien wel nooit last van zouden hebben gehad... wat in de vorige presentatie ook aan de orde is gekomen. Nou, afhankelijk van de stamboomgegevens zal er dan besproken worden welk DNA-onderzoek mogelijk is. En dan wordt ook besproken uiteraard dat als er een erfelijke aanleg gevonden wordt... wat dan de gevolgen zijn voor de persoon zelf en voor de familieleden.
Nou, wat is nou eigenlijk erfelijke aanleg? Nou, ieder mens bestaat uit enorm veel cellen. En in de celkern ligt het erfelijk materiaal opgeslagen. En dat ligt opgeslagen op de chromosomen. En ieder mens heeft er 23 paar. Eén van zo'n paar heb je altijd van moeder gekregen, één van vader gekregen. En 22 paren zijn voor de man en vrouw gelijk. En het 23ste paar is het geslachtschromosoom. XY voor de man en XX voor de vrouw. En als je zo'n chromosoom als het ware uit elkaar trekt, dan kom je op een DNA-structuur. En een gen is dat deel van het DNA dat codeert voor een bepaalde erfelijke eigenschap. Dat kan iets zijn als uiterlijke kenmerken, de kleur van je ogen of de kleur van je haar. Maar zo'n gen kan ook coderen voor een eiwit dat heel belangrijk is om je te beschermen tegen kanker. En als er dan een fout in zo'n gen is, dan kan het zijn, we noemen dat een mutatie. Als het in een gen is wat codeert voor een belangrijk beschermend eiwit, dan kan die persoon een erfelijke aanleg hebben met een verhoogd risico op kanker. Nou, bijvoorbeeld op het chromosoom 13 is er dan één gen met een afwijking, maar ook nog een gen van de andere oude geërfd wat geen afwijking heeft. We hebben ontzettend veel onderzoek al gedaan in de families waar erfelijke prostaatkanker voorkomt. En op dit moment hebben we eigenlijk nog geen goede DNA-test om erfelijk prostaatkanker, om daar de oorzaak van op te sporen. Het is nog niet goed bekend hoe zo'n DNA-test eruit moet zien, waar familieonderzoek mee gedaan kan worden en hoe die controles er dan uit zouden moeten zien. Wat we wel weten is, als we naar die families kijken, dan zien we dat er in 5% wel een erfelijke aanleg aanwezig is. Dat is dit taartpuntje. Maar dat is dan niet in een echt prostaatkankergen, maar dat betreft een gen waarbij vrouwen een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker hebben. En de mannen die daar dragen van zijn, hebben ook een hoger risico op prostaatkanker. Dus het gaat dan meer om een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker. En heel soms vinden we een fout in het darmkankergen. Bij een heel groot deel van de mannen zien we wel een verandering in één letter van de DNA-volgorde. Dus het gaat dan niet om zo'n mutatie waar ik het net over had, wat een gen verstoort. Maar een onschuldige variatie waarvan we weten dat er toch een associatie is met een net iets hoger risico op prostaatkanker. Bijvoorbeeld niet 9% kans, maar 12% kans. En het allergrootste deel, 55%, is onbekend. En we kunnen op dit moment eigenlijk nog niet goed de DNA-test vormgeven voor deze families. Wat we wel weten, waar we meer over weten, is het onderzoek naar erfelijke borst- en eierstokkanker. En de kenmerken van zo'n familie, van zo'n erfelijke aanleg, is dat de mannen die prostaatkanker krijgen in deze familie vaak een jonge leeftijd van diagnose hebben en ook vaak een agressieve vorm van prostaatkanker hebben, met zo'n hoge Gleason-score waar het net over ging. En bij familieleden zien we dan vaker borstkanker optreden, ook vaak op jonge leeftijd, onder de 40 jaar. Soms hebben vrouwen ook borstkanker in beide borsten of komt eierstokkanker in de familie voor. Of is er een mannelijk familielid met borstkanker? Dat kunnen kenmerken zijn van een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker. In de praktijk wordt er dus soms DNA-onderzoek gedaan bij mannen met prostaatkanker. Maar heel vaak niet. En er is reden om verwezen te worden voor mannen met prostaatkanker als voldaan wordt aan die criteria voor erfelijk prostaatkanker, waar ik net uitleg over gaf, of als er kenmerken zijn van erfelijke borst- en eierstokkanker in de familie. Dan zal er een afspraak op het klinisch genetisch spreekuur worden gemaakt en zal er DNA-onderzoek na een bloedafname mogelijk zijn. Er worden dan standaard 5 genen nagekeken. 5 borstkankergenen eigenlijk. En de belangrijkste 2 daarvan zijn BRCA1 en BRCA2. Die genen kennen we al sinds 1995, weten we al heel veel van. En BRCA staat voor het Engelse afkorting voor breast cancer, dus zo kunt u het onthouden. En er worden daarnaast nog 3 andere borstkankergenen nagekeken. Nou, de mogelijke uitkomst is dat er een erfelijke aanleg wordt gevonden na zo'n bloedtest. Maar de meeste mensen, mannen, hebben dan geen erfelijke aanleg. Wat tegenwoordig ook zo is, is dat soms bij mannen met uitgezaaide prostaatkanker er DNA-onderzoek wordt aangevraagd in de tumor van de prostaat. En dat kan de medische oncoloog aanvragen als het belangrijk is voor de therapiekeuze. Zo'n DNA-onderzoek kan zich richten op onderzoek van veel meer genen. En als zo'n uitslag bekend is, zegt dat eigenlijk alleen wat over
een uitslag over het tumor-DNA. Dan weet je nog niet of het erfelijk is. En als zo'n mutatie gevonden is in een relevant gen wat een erfelijke aanleg ook voor familieleden kan betekenen, dan is er ook reden om verwezen te worden naar de klinische geneticus. En dan na bloedafname zal duidelijk zijn of er een erfelijke aanleg aanwezig is. Maar ik blijf benadrukken dat dat maar in 5% van de gevallen zo is. En in 95% wordt er geen erfelijke aanleg gevonden. Maar als er wel een erfelijke aanleg gevonden wordt, dan is er 50% kans dat eerste graads verwanten zo'n aanleg hebben geërfd. En mannelijke familieleden die ook drager zijn, die hebben dan een verhoogd risico op borstkanker. Maar dat is niet heel sterk verhoogd. Voor mannen met een BRCA1-mutatie is dat 1% en BRCA2-mutatiedragers is dat 7%. En dat is voor ons geen reden om een borstcontroleadvies te geven, maar wel om de mannen te attenderen als je iets voelt in de borst, meteen naar de huisarts te gaan, omdat ze wel een wat hogere kans hebben, zodat het wel meteen behandeld wordt als ze borstkanker krijgen. Het risico op prostaatkanker is ook verhoogd voor mannen met een BRCA1-mutatie. We hebben altijd gedacht dat dat rond de 10% was, maar een recente studie in Groot-Brittannië laat zien dat dat ook rond de 21% is, rond 75-jarige leeftijd. En bij mannen met een BRCA2-mutatie is het nog wat hoger, rond de 27%. En juist de mannen met een BRCA2-mutatie hebben meer kans om op jonge leeftijd prostaatkanker te krijgen en ook die agressievere vorm. En dat is ook de reden waarom we nu aan het overleggen zijn met de huisartsen en de urologen om vanaf 2020 de mannelijke BRCA2-mutatiedragers wel een PSA-controleadvies te geven. En hoe dat eruit gaat zien, dat zal volgend jaar dan bekend zijn. Een vrouw uit de familie die draagster is, heeft een sterk verhoogd risico op borstkanker. En dat is zodanig verhoogd al op jonge leeftijd dat we ze vanaf 25 jaar al een intensief controleadvies geven met MRI-onderzoeken. En er zijn zelfs vrouwen, ze krijgen ook de afweging om eventueel preventief de borsten te laten verwijderen om te voorkomen dat ze borstkanker krijgen. Daarnaast is er een sterk verhoogd risico op eierstokkanker. Dat neemt wat toe op oudere leeftijd, vanaf 35-jarige leeftijd bij BRCA1-mutatiedraagsters en bij BRCA2-mutatiedraagsters vanaf 40-jarige leeftijd. We hebben geen goede controlemogelijkheden voor de eierstokken, dus ook dan is een preventieve operatie de beste optie, waarbij de eileiders en de eierstokken worden verwijderd. Het heeft natuurlijk enorm veel impact als je draagster bent van zo'n erfelijke aanleg. De andere drie borstkankergenen die geven een verhoogd risico op borstkanker en niet zozeer op eierstokkanker. En we gebruiken dat vooral om de vrouwen in die families eerder met borstcontroles te adviseren. Want normaal begin je met 50 jaar met het bevolkingsonderzoek met borstkanker. En als je een mutatie hebt in een van deze genen, dan kan er een reden zijn om al met 30 of 35 of 40-jarige leeftijd te beginnen, afhankelijk van in welk gen we een mutatie vinden. Een man met een mutatie in een van die drie borstkankergenen krijgt geen speciaal advies. Nou, een voorbeeld van een erfelijke aanlegfamilie kan deze zijn. Deze man kreeg prostaatkanker op 57-jarige leeftijd. De uroloog vroeg na of er in de familie bijzonderheden voorkwamen. En toen bleek zijn moeder op 48-jarige leeftijd al de eerste keer borstkanker te hebben gehad. En op de tweede keer op 62-jarige leeftijd. En was er reden om verwezen te worden naar de klinische genetica. Bij hem hebben we dan als voorbeeld een BRCA2-mutatie vastgesteld. En dat is heel belangrijk, omdat hij een dochter heeft die nu 33 jaar is. Maar het is ook belangrijk voor de broers, tenminste vanaf 2020, omdat dan PSA-controles gaan gelden. En als zij weer drager zijn, is dat belangrijk voor hun dochter of de andere kinderen. We starten ook altijd familieonderzoek om te weten uit welke kant van de familie de aanleg komt. En ja, het lijkt logisch om er nu van uit te gaan dat moeder draagster was. En dan is het ook belangrijk voor haar zus en haar broer. En als zij drager zijn, weer voor hun kinderen. Dus zo ziet u dat het vinden van een erfelijke aanleg voor heel veel familieleden belangrijk kan zijn. Nou, dit is de samenvatting voor het eind van mijn presentatie. Meestal is er geen erfelijke aanleg voor mannen die prostaatkanker hebben. Als er erfelijk prostaatkanker voorkomt, dan hebben we, en in die familie zien we eigenlijk geen verhoogd risico op andere vormen van kanker dan prostaatkanker,
dan hebben we nog geen goed DNA-onderzoek om die erfelijke aanleg te onderzoeken, maar geven we wel controles aan familieleden. De stamboomgegevens zijn erg belangrijk. Soms is een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker de oorzaak. En het vaststellen van een erfelijke aanleg maakt familieonderzoek mogelijk. En dat is van belang voor preventie van kanker of betere controles bij deze familieleden. Nou, dat was het eind. En nou ja. Het is misschien niet echt tijd voor vragen. Nou, maar... de vragen, schrijf uw vragen op, die komen straks. Eén klein ding. Stel je hebt... er lijkt iets erfelijks in je familie aan de hand. Van welke leeftijd geldt dan nu dat, zou maar zeggen, zonen iets zouden moeten gaan doen? Is daar iets over te zeggen? Ja, dus als je uit zo'n erfelijke prostaatkankerfamilie komt, dan geldt het advies vanaf 50 tot 75-jarige leeftijd. Tenzij er al veel eerder prostaatkanker in de familie is vastgesteld. Want dan starten we liever 5 jaar eerder met de prostaatcontroles. En op de, jij noemde de stoet. Ja. Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren. Dat is ook online te zien, hè? De stoet.nl volgens mij. Ja, als mensen kun je ook zelf, online vinden, inderdaad. Ja, om informatie te vinden. Oké, dankjewel. Ja. Ja. Goed. Gaan we door naar het volgende onderdeel van ons programma. Wat gaat over de operatie. En niet de operatie van dit jaar, maar de operatie van volgend jaar. Zoals het zo mooi in de titel staat. De prostaatoperatie, de prostatectomie, zoals dat met een duur woord heet, wordt tegenwoordig eigenlijk bijna overal uitgevoerd met een robot. Een van onze robotchirurgen, Esther Witt, die zal ons meenemen met hoe ziet dat er nou uit? Maar ook wat komt er aan, wat is er aan onderzoek en hoe kun je zo goed mogelijk deze prostaat er op zo goed mogelijke manier uithalen. Esther, aan jou het podium. Ja, Erik, dankjewel voor de introductie. Zoals gezegd, mijn naam is Esther Witt. Ik ben een van de urologen die hier onder andere de prostaatchirurgie hier doet. Even een beetje over de inhoud van mijn praatje. Ik zal met name de prostaatoperatie laten zien. Er zitten ook wat filmpjes in mijn presentatie verwerkt. Dus mensen die daar niet goed tegen kunnen, die moeten dan even... de andere kant op kijken, hè? Of even gaan plassen of iets dergelijks. Dus u bent gewaarschuwd. Ik zal ook praten over de verbetering van de uitkomstmaten voor die prostaatkankerchirurgie. Uiteindelijk iets over de lymfeklierchirurgie en de toekomstplannen daarin. Even nog een hele kleine herhaling van waar zit die prostaat. Nou, onder de blaas, daar loopt de plasbuis doorheen en daarachter zit het zaadblaasje, wat eigenlijk altijd met de prostaatverwijdering wordt meegenomen. En dit is een plaatje om aan te geven hoe precair dit gebied is. Er zitten enorm veel bloedvaten en maar belangrijker nog zenuwen. En die zenuwen die zijn heel belangrijk voor behoud van erectie. Als je die wil sparen voor het behoud van de erectie na die operatie. En dat lukt niet altijd. Dus dat is natuurlijk ook een van de problemen na een prostaatoperatie. Dat is de erectiestoornissen daarbij. Vroeger werd eigenlijk die operatie bijna altijd nog open gedaan, want we hadden nog geen robot. Langzamerhand werd het laparoscopisch. En ik denk, zoals Erik net al zei, dat... in Nederland meer dan 95% van de prostaatoperaties inmiddels met de robot wordt gedaan. En die robot heeft ook wel enorm veel voordelen, met name voor ons, voor de chirurg. We hebben een driedimensionaal beeld. De plaatjes die u straks gaat zien, of de filmpjes, die zijn helaas niet driedimensionaal, maar tweedimensionaal opgenomen. Maar de chirurg ziet in de console eigenlijk... een mooi driedimensionaal beeld, dus ook de diepte. De armen van die robot die zijn heel flexibel. En die kunnen eigenlijk meer dan 270 graden om hun as draaien. Dus eigenlijk veel meer dan je eigen arm zou kunnen. En ook niet heel onbelangrijk. Ja, de chirurg zit in de console op een stoel. En ergonomisch is dat lekker. Hier zit de chirurg. Ik zal even met de pointer. Die zit in het hoekje, verstopt eigenlijk. We zitten eigenlijk helemaal niet meer bij de patiënt. En we kijken door een soort van bril en we kunnen die robot daar bedienen met joysticks.
Dit zit aan de patiënt. Daar zit één robotarm die wordt gebruikt voor de camera. En er zijn drie werkarmen. De patiënt die ligt bij de operatie met het hoofd enorm naar beneden. Dat noemen we Trendelenburg. En we plaatsen als we een lymfeklieroperatie ook doen, plaatsen we hier een poort rechtsonder in de buik om ook de lymfeklieren mee naar buiten te kunnen nemen en natuurlijk ook de prostaat. Zoals gezegd heeft die chirurg nu is van een afstand van de patiënt. Bij de open chirurgie en bij de laparoscopie zit de chirurg vlakbij de patiënt, maar dat is nu eigenlijk niet meer zo. Dus je bent ook heel erg afhankelijk van je assistent die aan tafel staat. Nu komen de filmpjes, hè, dus ik wil u een beetje door zo'n prostaatoperatie heen kletsen. En ik heb hier, zien we de prostaat, dit is de blaas. Ik zal het filmpje starten. We hebben de blaas eigenlijk al nu naar beneden gehaald. Het filmpje is wel versneld afgespeeld, hè, want zo snel kunnen we het nou ook weer niet. We openen hier eigenlijk de blaashals. En we vallen eigenlijk zo op de katheter. Die trekken we terug. Die trekken we eigenlijk omhoog. En dan proberen we ook de achterkant die blaas los te maken eigenlijk van die prostaat. Er zitten bij die, op die werkarmen van de robot, daar zit elektriciteit. Daar kan je ook mee de bloedvaatjes dichtbranden. En dat noemen we de monopolair en de bipolair. Dus een bepaalde geleiding van stroom waarbij je dat kan doornemen. Hier vallen we dus achter de blaas. En dan val je eigenlijk op de zaadblaasjes. We komen hier bij de zaadblaasjes. Dus we zijn nu een stapje verder. Die zaadblaasjes, zoals gezegd, gaan er eigenlijk altijd uit. Wat de derde arm hier nu omhoog trekt, is de zaadleider. En die zaadleider die wordt doorgenomen. En ook daar zitten allemaal bloedvaten. En aan de punt van die zaadblaasjes beginnen eigenlijk al de eerste zenuwen die belangrijk zijn als je zenuwsparend wil opereren om die om die erecties te behouden. Hier zien we eigenlijk hoe we zenuwsparend opereren. Die prostaat is eigenlijk een bol en die zenuwbundels zijn echt op die prostaatkapsel geplakt. Dat is niet een mooi scheidsvlak, zoals u ziet. En je moet dat er een beetje van afduwen en trekken. En daar waar je dat doet, waar de tumor zit, ja, daar heb je kans dat je tumor laat staan. Dus het kan niet altijd dat je zenuwsparend kan opereren. In dit geval hebben we dat wel gedaan. En dan zie je eigenlijk hier dat hier die zenuwbundel komt. Dat is hier. En dit is dat prostaatkapsel. En je wil eigenlijk met zo min mogelijk elektriciteit proberen die zenuwbundel ervan af te duwen en te trekken. Maar dat geeft ten alle tijde schade aan die zenuwbundel. Dus ook in de beginfase na die operatie zullen die erecties moeizaam gaan. En het herstel van die zenuwen die eigenlijk op zijn zachtst gezegd door deze operatie gekneusd zijn, ja, dat duurt maanden. Ik heb de zenuwsparingen aan de linkerkant heb ik uit dit filmpje geknipt. Maar die is hier aan de linkerkant ook gespaard. Daar zit die eigenlijk. En dan kom je bij de punt van de prostaat. Daar waar de plasbuis erop zit. En die wil je eigenlijk ook zo lang mogelijk houden. Ook om te zorgen dat mannen na de operatie de urine goed kunnen controleren. Hè? Want hoe langer die plasbuis is, hoe gunstiger dat is en hoe beter dat zou zijn ook voor de continentie. Nou, hier is de prostaat los, gaat hij in het zakje
en wordt die naar buiten gevoerd. Dan moet de boel natuurlijk ook weer aan elkaar. Hè? Dus dit is de blaashals. En dat moet weer aan die plasbuis worden gehecht. Nou, dat doen we met twee draadjes, met een heel rond naaldje. En die draadjes die zijn aan elkaar geknoopt. En dan kan je eigenlijk helemaal rondom kan je die blaashals weer op de plasbuis zetten. Daar gaat een katheter doorheen. Die katheter die laten we 7 tot 10 dagen meestal zitten. En soms is het nodig om te kijken of die aansluiting echt waterdicht is. Dan maken we een opspuitfoto, een cystogram zoals dat heet, om te testen of die anastomose inderdaad waterdicht is. Dat doen we eigenlijk ook altijd op de operatiekamer. Als dit helemaal gehecht is en geknoopt, dat we dan ook de anastomose, die aansluiting, testen op lekkage. Nou, het duurt een beetje lang, maar de katheter zit erin. We kunnen het zien, je trekt het een beetje aan, knoopje erop en klaar. Nou, hoe kunnen wij... hoe proberen we nou onze uitkomstmaten van die prostaatkankerchirurgie te verbeteren? Nou, we hebben recent nu hier ook de NeuroSafe geïntroduceerd. De NeuroSafe, dan kijken we bij een zenuwsparende operatie of die snijvlakken vrij zijn. Dus we halen precies daar waar zenuwsparend is geopereerd, snijden we op de operatiekamer een plakje af van die prostaat. Dat gaat meteen naar de patholoog. En die gaat direct onder de microscoop bekijken of die tumor in het snijvlak zit of niet. Als dat zo is, dan kan je in tweede instantie alsnog die zenuwbundel verwijderen. Daarmee proberen we ook weer de kwaliteit te verbeteren. We hebben ook een Cherenkov-studie. Dan proberen we met PSMA, dus de PSMA-PET, die Niels net al had besproken, met hetzelfde stofje ten tijde van de operatie in te spuiten. Dat bindt heel specifiek aan die prostaatkanker. En daarmee kijken we ook met bepaalde camera's of die snijvlak vrij is van tumor. En in dit plaatje ziet u eigenlijk dat hier en daar, dat daar wel positieve snijvlakken zijn ontstaan bij de operatie. We proberen die uitkomstmaten ook te verbeteren door centralisatie van onze prostaatkankerzorg. Met name hier in de regio Amsterdam in het prostaatkankernetwerk, wat net ook al is genoemd. En we concentreren eigenlijk nu alle prostaatkankeroperaties hier in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daarbij mogen we naar 750 prostaatoperaties per jaar gaan groeien. En wij hebben hier ook operateurs vanuit het VU Medisch Centrum en vanuit het Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar die hier in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis opereren. En maandelijks zitten we bij elkaar en proberen we ook heel kritisch naar onze getallen en onze complicaties te kijken met de operateurs om te kijken hoe we dat beter krijgen. Nou, dat ten aanzien van de prostaat zelf. In bepaalde gevallen is het ook nodig om lymfklieren mee te nemen met de prostaatoperatie. En dat doen we als er een score is, dat er een hogere score is op lymfklieruitzaaiing. En wat we weten van die lymfdrainage van de prostaat is dat het heel divers is. En dat werd eigenlijk al beschreven in 1901... die lymfdrainage is ook variabel per individu. En er zijn in ieder geval al 4-5 routes van die prostaat-lymfdrainage bekend. Wat wij hier doen is de schildwachtklierprocedure van de prostaat, oftewel de sentinel node. En daarbij proberen we de eerst drainerende klier van de prostaat op te sporen. En dat is natuurlijk ook de klier die de hoogste kans heeft op eventuele uitzaaiing. En hoe doen we dat hier in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis? Op de dag van de operatie wordt er een injectie gegeven in de prostaat met een tracer, een nucleaire stof. Dan
In de ochtend worden foto's gemaakt bij de afdeling nucleair geneeskunde. En in de middag is vaak de operatie waarbij wij met een robot en met een bepaalde camera die schildwachtklieren kunnen opsporen. En we bieden ze ook apart aan bij de patholoog-anatoom, zodat die ook apart en nauwkeuriger naar die klier kan kijken. Nou, dat doen we voorafgaand aan bijvoorbeeld mensen die voor radiotherapie gaan voor de prostaat, waarbij er dus een hogere kans is op lymfeklieruitzaaiing. En we doen het ook in studieverband bij mensen die voor een prostatectomie gaan in de zogenaamde M13-PSN-studie. En wat wil je eigenlijk graag weten? Je wil die klier eigenlijk kunnen detecteren, want het is een hele knoop van klieren en je wil hem zien, maar je wil hem eigenlijk ook horen. En dat is iets wat hier in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis ook is ontwikkeld. We hebben die tracer, dat is een nucleaire stof. Die hebben we ontwikkeld en die hebben we gelabeld met ICG. Dat is fluorescentie. En door die radioactiviteit kan je van tevoren foto's maken, want dan kan je zien waar hij zit. En door die ICG of die fluorescentie kan de operateur dat zien tijdens de operatie. En die foto die dient eigenlijk vooraf voor de operateurs als een soort van routemap. Hè? Dus een soort van navigatie. En dat ziet er eigenlijk een beetje zo uit, waarbij je eigenlijk op een scan precies te zien krijgt waar zitten nou die schildwachtklieren. En dan is eigenlijk dit het beeld wat je aan de rechterkant wat je ziet, wat je dan ziet in de console. Ik heb hier ook een klein filmpje van. Je kan switchen met je naar een bepaalde lichtintensiteit in die robot. En dat kan je eigenlijk doen met je joysticks, waarbij je naar een soort near-infrared imaging licht gaat. En daarmee zie je dus die fluorescente stof. En hier ziet u die twee lymfeklieren, die lichten eigenlijk groen op. En die zijn echt wat voor ons heel makkelijk te identificeren. En dan kan je eigenlijk al heel selectief alleen die ene klier eruit halen. En dan kunnen we hem zo via de poort, via de assistent, naar buiten halen. Wat voor de toekomst? Als er bijvoorbeeld al echt bewezen lymfeklieruitzaaiingen zijn, of als de ziekte terugkomt, kunnen we ook die lymfeklieren selectief eruit halen. Dat doen we nu nog met een navigatiestudie. In ontwikkeling is ook dat met de robot kan. Dat kan nu nog niet. We kunnen dat nu nog alleen in een open setting doen, waarbij we een scan maken van tevoren en met een bepaalde pen als een soort van tom-tom naar die uitgezaaide klier kunnen gaan. En wat ook in ontwikkeling is dat we met PSMA proberen ook die lymfeklieruitzaaiing op te sporen. PSMA bindt aan die prostaatkankercel. En dan kan je ook met een drop-in probe, dat zal u zo wel zien op het filmpje, die klier opsporen. Dit is iets van de navigatie. Dit is in een open setting. Dit is bij de chirurgie, maar dat doen wij ook eigenlijk voor de prostaatkanker. We hebben hier hebben we een ingetekende CT-scan, waarbij we in het blauw zien De ader en in het rood de slagader. En het groene wat u ziet is de lymfeklier die we willen verwijderen. Dan hebben we een pennetje en daar gaan we eigenlijk met die pen naar die klier om die te lokaliseren. Dat klopt, er zit een beetje geluid bij. Helemaal vast aan.
kan hier eigenlijk niet specifiek voelen waar dan de vier zou moeten zitten. Je hoort het commentaar van de chirurg in dit geval niet heel goed in de zaal, hè? Als ik het zo... Maar goed, je kunt zien dat hij hier eigenlijk iets aanwijst. Dat zie je hier eigenlijk live op een CT-beeld. En dan kan je eigenlijk zien of die er op die groene klier zit, zodat je die dan selectief kan verwijderen. Dit is iets wat in Hamburg is gedaan door mijn collega's, waarbij ze dus die PSMA-tracer hebben ingespoten om die lymfeklieruitzaaiing te lokaliseren. Dat is de drop-in probe. Die registreert de radioactiviteit in de klier. En het liefste willen we dat straks ook weer labelen met die fluorescentie. Maar dat is nu ook nog niet zo. Maar ook dat is in ontwikkeling, zodat we dat kunnen zien. En dan zie je hier dat we heel selectief die lymfeklieruitzaaiing eruit kunnen halen. Helaas hebben we deze tracer nog niet hier beschikbaar, maar ik verwacht voor 2020 dat die eraan komt. En hij is heel heet, hè, dus het is geslaagd. Dat was het einde van mijn presentatie. Mocht u vragen hebben, schrijf ze op. Ja, dankjewel Esther voor je presentatie. Mooi die beelden. Ik hoop dat u het allemaal ook leuk... Het is heel erg leuk om te zien. Maar dat vindt vast niet iedereen. Even een korte vraag. Jij zei, je kunt natuurlijk heel specifiek... Daar zal de toekomst naartoe gaan, die lymfeklieren eruit halen. Maar geldt dat voor het hele lichaam? Nee, in principe geldt dat niet voor het hele lichaam. Het moet beperkt uitgezaaide ziekte zijn. En ik denk ook alleen in het bekken. Hè? Dus de klieren rondom de prostaat. Als het helemaal in de rest van het lichaam is uitgezaaid... Ja, dan heeft lokale behandeling geen zin. En zou je een systeembehandeling, dus iets voor het hele lichaam, moeten doen. Oké, dankjewel. Ik zou nog even attenderen van als u vragen heeft, schrijf ze op. Geef ze anders even door naar de zijkant. Dus degene die op de hoek zit, die wordt het verzamelpunt. En ik wilde vragen of misschien mensen van de PR straks eventjes of van de communicatie even langs willen lopen. Om alvast wat te verzamelen. Want dan kan ik daar alvast even wat werk aan verrichten. Goed, gaan we door naar de volgende presentatie. We hebben het natuurlijk nu gehad over verschillende facetten. Hoe kom je tot de diagnose? Hoe zit het met erfelijkheid? Wat is er chirurgisch allemaal mogelijk? Maar... een van de andere behandelingen die een hele prominente rol heeft, dat is de radiotherapie. De bestraling van de prostaat. En ook daarvan zijn ook toch al aardig wat ontwikkelingen in de laatste tijd. Waar het voorheen altijd ging om bestralingen die bijvoorbeeld 6 weken duurden, is dat echt aan het veranderen. En nou, gelukkig hebben we iemand die daar veel van weet. Floris Pos, radioloog-oncoloog hier in het ziekenhuis, die ons zal meenemen in de ontwikkelingen met betrekking tot radiotherapie. Dankjewel. Ben ik te verstaan overigens? Mooi. Ik zal het vertellen over stereotactische radiotherapie. Het is een korte serie radiotherapie. En dat is ook het enige wat ik vandaag zal doen. Dus er zijn veel meer dingen te vertellen over de radiotherapie. Maar dat kan wel eventueel een andere keer of een ander moment. Eerst zal ik even stilstaan bij... wat is stereotactische radiotherapie? Wat verstaan we eronder? En dan even iets toelichten waarom het voor de prostaat zo aantrekkelijk is. Dat is. Het wordt bij veel meer tumoren gebruikt, maar bij de prostaat is het heel erg aantrekkelijk. Nou, behalve de voordelen zijn er ook nadelen, die zal ik kort aanstippen. Dan zal ik aanstippen dat het een inmiddels geaccepteerde standaardbehandeling is voor bepaalde type prostaatkanker. En dan wie er voor deze behandeling in aanmerking komen. Daar wil ik dan mee afsluiten. Wat verstaan we onder stereotactische radiotherapie? Dat is een term die komt oorspronkelijk uit hersenbestralingen. En eigenlijk is dat een korte serie van zeer nauwkeurige bestralingen. Dus eigenlijk de modernste bestralingen die we hebben, zeer nauwkeurig. Met een hele hoge dosis per keer. En dan heb je weinig behandelingen nodig. En ben je snel klaar. Klinkt simpel. En als je dan kijkt voor de stereotactische radiotherapie van de prostaatkanker, waar ik het over heb. Dat is wat hieronder staat.
Wat we daaronder verstaan is meestal 5 stralingen. En dan die dosis 7,25, maar die kunt u weer vergeten. Maar het zijn 5 behandelingen. En die worden in totaal 2 tot 3 keer per week gegeven. Dus je bent in zo'n 2,5 week ben je klaar. Nou, dan waarom is die behandeling zo aantrekkelijk? Eerst een hele voor de hand liggende reden. Normaal is bestraling van de prostaat duurt een week of 4, 5, 7. Hè? Dan ben je lang onder de pannen. Nou ja, 5 stralingen is natuurlijk hartstikke mooi. Je bent er 5 keer klaar. Dus dat is de eerste. Het is heel patiëntvriendelijk, kostenefficiënt. Je hebt meer ruimte op de behandeltoestellen. Je hebt minder wachtlijsten. Dus kortom, het is heel aantrekkelijk eigenlijk. Maar er is meer. Het heeft ook een mooie biologische reden. Dat was in het jaar 2000, rond het millennium, bestraalden we, en dat zullen misschien velen van u nog weten, bestraalden we prostaatkanker heel vaak, heel veel. 8 weken lang, 39 keer. En dat deden we omdat we dachten, of altijd gedacht hebben, dat het prostaatkankerweefsel relatief ongevoelig is voor de doosbehandeling. Per bestraling, per keer. Dus of je nou heel veel geeft, of je nou heel weinig geeft, het maakt voor die prostaat eigenlijk niet zoveel uit. Nou, voor het weefsel eromheen, het gezonde weefsel, maakt het wel heel erg veel uit. Geef je daar veel per keer, is dat heel schadelijk. Geef het in kleine stapjes, is het heel goed te verdragen. Dus met andere woorden, het is voor dat omliggende weefsel heel belangrijk om het in kleine stapjes te doen. Dus eigenlijk is het voorkeur van een prostaatbehandeling heel veel kleine stapjes. En zo kun je een eind komen. En dat was ook toen ik begon, was de, net na allerlei onderzoek hadden we vastgesteld dat 39 bestralingen, 8 weken lang, dat de standaard was. En in het jaar 2000 ongeveer waren er radiobiologen. Dat zijn mensen die doen onderzoek naar tumorcellen en die zijn er eindeloos mee bezig geweest. En die zeiden, ja maar wacht eens even, volgens ons is dat helemaal niet zo. Dat prostaatkankerweefsel is veel gevoeliger daarvoor, voor een grote fractie per keer, dan het omliggende weefsel. En dus eigenlijk wat jullie doen, radiotherapeuten, is helemaal niet zo handig. Wat je beter kan doen, is veel minder bestralingen geven met veel meer doses per keer. Dat is eigenlijk de consequentie daarvan. Hier is het een beetje toegelicht. Dit, eens even kijken van mijn pointer, ja, die doet het. Dit tabelletje, dat is een effectieve dosis omgerekend naar 2 gray per fractie, de EQD 2 gray. En dat is eigenlijk, kun je dat zien als de euro binnen de radiotherapie. We rekenen alles terug naar de euro en dan begrijpen we het weer een beetje. Dan heb je hier het aantal bestralingen, de dosis per keer. En dan heb je de effectieve dosis op de tumor en de effectieve dosis op het gezonde weefsel. En dit was wat we toen hadden, die bovenste regel hier, de standaard. 78 gray, 39 bestralingen. In kleine stapjes. En dan omgerekend is dit 78 gray, want we hebben alles in 2 gray teruggerekend. Nou, stel nou, en dat heb ik hier natuurlijk gedaan, die stereotactische bestraling, dat je dat gaat berekenen. 5 behandelingen van 7,25, zie je, dus is veel minder. Maar biologisch is het meer voor de tumor, 91 in plaats van 78. Dus je geeft meer biologische dosis op de tumor. En dit is voor het gezonde weefsel eromheen, en dan op lange termijn. Geef je maar 68 gray. Dus wie wil dat nou niet? Het is effectiever. Je hebt meer effectiviteit en je hebt minder bijwerking. Dus het klinkt eigenlijk bijna te mooi om waar te zijn. En er is een dingetje. Het is dezelfde soort grafiek, of dezelfde tabel, sorry, waar we het nog een keer hebben gedaan. Hier hebben we de 78 gray, hier de stereotaxie. Maar nu hebben we de dosis tijdens de behandeling die je geeft. En dan zie je, we geven 10 gray normaal, bij die 78, in de lange serie. Maar bij die stereotactische bestraling geef je 30 in een week. En nou, dan krijg je echt veel problemen. Dan moet je denken aan katheters en allerlei andere ellende die je ervan kan krijgen. Dus op korte termijn heb je problemen. Op lange termijn zou het allemaal wel goed gaan, maar op korte termijn is het bijna niet te doen. Nou hebben we in de radiotherapie, en dat is heel mooi, hebben we heel veel ontwikkelingen gehad de afgelopen tijd. Die zal ik nu, die zijn hier aan bod geweest, zal ik niet allemaal vertellen. Maar we hebben beeldgeleide radiotherapie. Dus waar we vroeger met grote velden probeerden iets te raken, kunnen we dat nu heel precies doen. Waarbij dit is van vorige week. In de krant van Wakker Nederland stond dit. In de Telegraaf. Dit is met een 3D MRI geleide radiotherapie.
Nou, dat doen we niet voor de prostaat, hoor, maar om maar even aan te geven, we zijn heel hard bezig die rijtherapie steeds beter te krijgen. Nou ja, dan, dat hoef ik u niet te vertellen, hè, maar dat is de iPhone van nu is sneller dan een computer van 10, 15 jaar geleden. En wat we met computers en software kunnen doen nu is enorm. He, dus we kunnen heel veel meer dan vroeger. En we hebben bestralingsapparatuur die ontzettend geavanceerd is, die met die hele ingewikkelde planningen wat kan doen. Dus we kunnen echt nu veel beter bestralen dan we dat 10, 15 jaar geleden konden. Dus dat is heel mooi. En dat betekent dat we veel minder gezond weefsel bestralen en veel minder bijwerkingen hebben dan vroeger. En al deze ontwikkelingen de afgelopen jaren, die hebben onderzoek naar die stereotactische rijtherapie mogelijk gemaakt. Dit is een artikel van eerder dit jaar. En daarin hebben ze gezegd van, joh, we gaan dus even alle onderzoeken die gedaan zijn naar stereotactische radiotherapie, die gaan we systematisch bekijken. Kijken naar de uitkomsten, kijken naar de bijwerkingen. Dat is allemaal netjes gedaan. En waarom ik dit even laat zien, is in dat onderzoek hebben meer dan 6000 patiënten, staan er in dit artikel. Dus dat betekent dat er meer dan 6000 patiënten in onderzoeken behandeld zijn met die stereotactische radiotherapie. Er is dus echt wel gedegen onderzoek naar gedaan. Er is heel wat water door de Rijn gevloeid voordat we dit hebben gedaan. Nou, wat hebben al die onderzoeken laten zien? Er is een goede tumorcontrole, weinig bijwerkingen en een goede kwaliteit van leven. Dus dat is heel bemoedigend. Het werkt goed. Nou, dat is natuurlijk niet zeg maar meer mensen opgevallen. Dus in najaar vorig jaar heb je de Amerikaanse beroepsverenigingen. Dus dat zijn alle de AOA, dat zijn alle urologen, de ASCO, dat zijn de oncologen en de ASTRO, de rijtherapeuten. Die hebben in een gezamenlijk stuk hebben ze gezegd: stereotactische rijtherapie kun je, en ik zal zo uitleggen voor welke patiënten, kun je als standaardbehandeling gebruiken. Nou, de Europese beroepsverenigingen die hebben gevolgd eind 2018. En in maart 2019 zijn we met rijtherapeuten in Nederland bij elkaar gekomen. We hebben gezegd, ja, wij moeten dit ook in Nederland invoeren en gaan uitvoeren. Nou, voor welke patiënten komen nou een aanmerking voor die stereotactische bestraling? Wie kunnen we dat nou doen? En ik zal dat zo proberen in wat plaatjes wat beter toe te lichten. Maar daar komt hij weer. Laag en matig risico prostaatkanker. Ik zal zo ietsje meer over vertellen. Daarmee bedoelen we T1 tot T2 tumoren. Die Gleason score, dat is die patholoog. Dat is de score voor hoe agressief de tumor is. Die moet 7 zijn of kleiner. Als die tumor agressiever is, dan gaat het niet. En het PSA, dit is ook alweer gevallen. Prostaatspecifiek antigeen. Dat moet onder de 20 zijn. De prostaat die mag niet te groot zijn. 100 cc wordt als maximum gehanteerd. Dat vind ik aan de ruime kant. Maar goed, een normale prostaat is iets van 30, 40, 45 cc. Dus als je echt een heel grote prostaat hebt, dan gaat het niet meer. Niet te veel plasklachten. IPS-score onder de 15. En IPSS, dat zegt de International Prostate Symptom Score. Maar dat zegt, je mag niet al te veel plasklachten hebben. En als die prostaat geopereerd is, een TURP of er is met een laser wat gedaan of noem maar op, dan moet je eigenlijk een aantal maanden wachten, want anders dan gaat het niet. Dit is even, probeer ik even uit te leggen waarom het alleen maar voor de intermediair risico, laag en intermediair risico kan. En dit gaat voor niet uitgezaaide kanker. En hier hebben we de verschillende tumorstadia in plaatjes staan. Dus je hebt hier T1, zie je een klein tumortje. Hier heb je de blaas, zaadblaasje. Hier heb je de endeldarm achterlopen, plasbuis. En een mooi klein tumortje. Nou, een T1-tumor, die kunnen we goed stereotactisch behandelen. Hier T2-tumoren. Dan wordt de tumor al groter. Maar je ziet hier nog steeds een mooi intact kapsel. Nou, dat zijn ook tumoren die kunnen we heel goed met stereotactische radiotherapie behandelen. Maar dan wordt het wat lastiger. Dat is dit plaatje hier. Dan zie je een grotere tumor, maar die tumor die groeit door de kapsel heen en die groeit eigenlijk richting de endeldarm. Een T3-tumor. En dan wordt het lastig, want dat betekent dat wij veel hier eromheen moeten gaan bestralen. En met die stereotactische radiotherapie zou je dan te veel darmschade krijgen. Dus dat gaat gewoon nog niet.
ander voorbeeld, dat is een T3B-tumor. Dat noemen we tumoren die de zaadblazen helemaal ingroeien. Hierboven zit de zaadblaas, hier de prostaat. En die tumor die groeit zo door de zaadblaas in. Die zaadblaas die zit ingeklemd tussen de blaas en de endeldarm. En als je dan stereotactisch bestraalt, dan krijg je en veel dosis op de blaas en hier veel dosis op de darm. Ja, dat gaat niet. Dan zou je ook kunnen afvragen, heb ik een heel mooie kleine tumor, maar nou is mijn PSA te hoog. Of nou heb ik een hele kleine tumor, maar mijn Gleason score is te hoog. Waarom dan niet? Waarom geven we dan die stereotactische radiotherapie niet? Nou, dat heeft een reden. Die PSA, het prostaatspecifiek antigeen, en die Gleason score, die we eerder hebben genoemd, die zijn heel goed in het voorspellen hoe agressief de kanker is. En als er een hoog PSA is, van boven de 20, of een hoge Gleason score, van 8 of hoger, dan is er gewoon een kans dat er meer aan de hand is dan het prostaat alleen. Dan heb je toch een kans dat je de stiekem, al zie je het niet, door de kapsel groeit, dat het toch in de vesikels groeit, dat je wat meer tumor hebt dan wat denken. Die radiotherapie, stereotactisch, die is heel precies. Dus op het moment dat we daar buiten de prostaat moeten zijn, dan gaan we tumor missen. Dus op dit moment is stereotactische radiotherapie met het hoog risico prostaatcarcinoom niet mogelijk. Dat wil zeggen, buiten onderzoeksverband, want we willen dat natuurlijk verder gaan invoeren. Dus we zijn er heel hard mee bezig, maar op dit moment nog niet. Dan, waarom geef je dit niet bij een grote prostaat? Dat heb ik gezegd, een prostaat van 100 cc of meer. Dat heeft ook bij iemand met veel plasklachten. Het is een plaatje, dat is van dokter Vogel, dat kun je zo van internet plukken. Met hier de blaas, dus van de voorkant gezien. Dit is de blaasspier. En dan heb je hier de plasbuis en dit is een vergrote prostaat. En dit is dan toevallig door een goedaardige oorzaak. Maar als er een tumor zit, dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde. En wat je ziet hier, is die plasbuis, die wordt heel smal. Die zit gewoon in de knel. Die prostaat, die wordt te groot. Gaan we dan bestralen, dan zit die dicht. En dan heb je een hoop gedoe. Dan moet je met katheters hier doorheen. En dat wil eigenlijk niet meer, want het zit dicht. Nou, dan krijg je echt een hoop ellende. Dus dat moet je allemaal niet willen. Dus dat betekent dat als je een grote prostaat hebt, veel plasklachten, of zo'n plasbuis waarvan wij denken, die zit in een knel, dan kun je beter die stereotactische radiotherapie niet toepassen. Dus concluderend, stereotactische radiotherapie, 5 behandelingen, 2 tot 3 maal per week, is een heel aantrekkelijk alternatief. Waar goed bewijs voor is inmiddels dat je het veilig kan toepassen. Dus het is een behandeling waarvan we in Nederland besloten hebben dat je hem voor bepaalde groepen routinematig kan aanbieden. Nou, voor wie dan? Laag en matig risico prostaatkanker. Heb ik met je proberen te laten zien. Dat wil zeggen de T1 en T2 tumoren met een lage Gleason score, 7 of lager, en een PSA onder de 20. De prostaat mag niet te groot zijn en er mogen niet te veel plasklachten zijn. Dat is het. Ja. Dankjewel, Floor. Maar voor deze mensen, jij hebt het nu heel duidelijk aangespitst voor wie het niet kan, maar die mensen kunnen wel traditioneel, zal ik maar zeggen, uitwendig bestraald worden. Zeker, zeker. Dus die kunnen gewoon, dit was alleen voor de stereotactische bestraling. Ja. Dus voor alle andere gevallen kunnen natuurlijk gewoon nog bestraald worden. En we gaan natuurlijk heel veel onderzoek doen, want we willen dit natuurlijk voor meer mensen invoeren. Ja. Maar op dit moment is het alleen voor die lage en intermediair risico. En ik kreeg net al even wat vragen. Die ga ik gelijk even eentje stellen aan jou. De MR-Linac, daar is veel over te doen. Daar was ook een vraag over iemand. Kan ik me al laten bestralen met de MR-Linac? Ja en nee. Dat wil zeggen, we hebben er... dat ding zit heel erg vol. Er is heel veel vraag naar. Dus dat doen we niet routinematig voor alle patiënten. Dus het is niet zo dat als je het vraagt dat je er per se op terecht kan. Dus we zijn nu met allerlei dingen bezig waarmee we de behandeling beter proberen te krijgen. Waarvoor we dat nu gebruiken. Okay. Ja. Dus als mensen dat graag zouden willen, dan zouden ik kan het in ieder geval vragen, maar er is gewoon geen plek om dat bij iedereen te doen. Op dit moment. Oké, dankjewel. Alvast bedankt voor uw vragen. Ik heb er al heel veel gezien net even tussendoor.
Dus heb ik niet helemaal goed opgelet wat Floris Post net vertelde. Maar ik heb al hele mooie vragen geselecteerd. Die ga ik straks stellen natuurlijk aan de sprekers. Als u nog meer heeft, dan geef ze maar door hoor. Ik ga scannen. Ik pak even de microfoon erbij. Want nu, wij hebben... Nee, ik pak deze microfoon, dat is makkelijker. Wil ik onze gast uitnodigen. We hadden natuurlijk ook gasten, maar in ieder geval een gast van buiten uitnodigen. Meneer Van der Brink, die ervaringsdeskundige is. Prostaatkanker heeft gehad en misschien nog een beetje heeft. Maar goed, daar gaan we het zo direct over hebben. Zou u hier naartoe willen komen? Ja. Want het is natuurlijk heel erg mooi dat wij als werkers hier vertellen over wat we aan het doen zijn. En hoe we dat zo goed mogelijk proberen te doen natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om u en om u hier in de zaal. Die dit moeten ondergaan uiteindelijk. Ik roep altijd hier, ik ben altijd heel blij dat ik hier werk. Hè, ik ga met veel plezier naar mijn werk. Maar ik ben ook gewoon blij dat ik hier werk. Want als je aan de andere kant staat, dan is het toch gewoon een ander verhaal. Hoe goed wij misschien ook ons best doen. Goed, we hebben elkaar eerder gesproken. Dat was een zeer geanimeerd gesprek volgens mij. U houdt ook van praten, hè? Dat weet ik. Dus dat komt heel goed uit. Even in het kort schetsen voor iedereen. U heeft in 2017 prostaatkanker gekregen. Dat is geopereerd. Dat leek in eerste instantie weg te zijn, maar kwam toch weer terug. En dat is er natuurlijk nog steeds. En in die fase zit u nou eigenlijk. Wat was uiteindelijk, want u bent uiteindelijk een keer terechtgekomen via de huisarts. Of is er iets getest? Maar hoe is dat gegaan eigenlijk? Nou, dat is een simpel verhaal wat al eigenlijk een beetje aan de orde geweest is vanavond. Een aantal mensen van mijn leeftijd, vrienden, gingen naar een uroloog. Met plasklachten of anderszins. En ik had helemaal geen klachten. Maar goed, een vriendje van me werd geopereerd aan zijn prostaat. En toen moest ik naar de huisarts een keer voor iets heel simpels, iets onnozels. En toen zei ik, oh ja, prik even meteen mijn PSA. Waarop die huisarts zegt, heb je klachten? Ik zei, nee, ik heb geen klachten. Hij zei, moet je vaak je bed uit? S'nachts. Ik zei, ik hoef nooit mijn bed uit. Nou, zegt hij, waarom zul je het dan doen? Maar goed, ik liet me eigenlijk toch wegsturen. En een paar maanden later moest er bloed geprikt worden voor wat hoog cholesterol. En toen zei ik tegen de verpleegkundige, schrijf ook even op PSA. Toen zegt ze... Herkenning in de zaal. Herkenning. Ja. Toen zegt die verpleegkundige, weet de huisarts dat? Ik zeg, als je het hem vertelt, wel. Waarop ze vervolgens zei, ja, maar houdt u er rekening mee? Dat is een duur onderzoek. Wel, dames en heren, ik kan u vertellen dat kost €3. Want ik kreeg later de rekening en daar... van het totale laboratoriumonderzoek. Maar uiteindelijk, die PSA was €3. Ja, dan ga je dus naar die huisarts toe en... Ja, dan zegt hij, je moet naar een uroloog. Nou, uroloog, ja. Want de score was inmiddels 22. En 5 jaar daarvoor, bij een ander onderzoek, was dat per ongeluk ook een keer geprikt. Zonder dat ik daarom gevraagd had. Maar dat bleek later uit het dossier. En toen was de score 3. En toen was ik ben nu 74, 72, was ik 68. Toen was de score 3. Dus niemand gaf daar alarm over. Dus dan een paar jaar later, dan zit je op 22. En dan kom je in de wereld. Dan ga je naar een uroloog. En die zegt in eerste instantie, nou, na touchering, ik denk dat het wel meevalt. Maar ja, u bent hier nou toch. En u zit toch in de molen. Dus weet u wat we doen? We gaan dus biopten doen. Nou, daar hoor je dus allerlei wilde verhalen over. Van het doet pijn. Ik moet u zeggen, in mijn situatie viel dat best wel mee. Er zijn er 12 genomen. Gelukkig geen ontstekingen. En ja, toen kwam ik weer. En toen zegt hij, ja, je hebt prostaatkanker. En dan gaat het licht even uit. Want dat past niet in het plaatje. Weet u, ik kom uit een familie waarin wel, en dan zeker van mijn moeders kant, borstkanker voorkomt. Maar van mijn vaders kant allemaal hartkwalen. Dus ik had, want ja, je denkt wel eens over het leven na en dat het ook eindigend is. Ik heb altijd gedacht, nou, ik zal wel overlijden aan een hartkwaal. En daar had ik ook vrede mee. Want je gaat toch allemaal een keer dood. En dan denk ik, nou, als het een hartverlamming wordt, hartstilstand, daar heb ik wel vrede mee. Dus dan zegt een arts tegen je, ja, u hebt prostaatkanker. Nou, ze zegt, ja, dan gaan we verder. Nou, dan ga je dus de allerlei apparatuur, je hebt daar voorbeelden van gezien. En dan blijkt dat je ook nog uitzaaiingen hebt. Nou, dan denk je, nou is het einde van de wereld.
Daar we gelijk op inhakend, want daar hadden wij het over. Wat bent u gaan doen daarna, toen die diagnose kwam? Dan zeg je, ja, ik woon in Bunschoten, dat is vlakbij Amersfoort. En dan ga je in eerste instantie, ben je daar dan behandeld. Dan zeg je, ik wil een second opinion. Want twee mensen weten meer dan één. En dat is het verhaal waarom ik dus bij het AVL terechtgekomen ben. Voor een second opinion. En die overigens wel dezelfde uitslag gaf als het ziekenhuis in Amersfoort. Maar wat gaat er dan door je heen? Je weet niet wat er gebeurt. Want je komt met iets in aanraking waarvan je het bestaan eigenlijk ja, wel weet, maar niet inhoudelijk. Nou, bent u gaan zoeken? Nou, ik moet u zeggen, ik heb een buurman. En die had mij wel eens verteld dat hij aan zijn prostaat geopereerd was een aantal jaren geleden. Maar die vertelde daar niet zoveel over. En als ik hem dan weer zag, ja, het ging prima met hem. Dus toen sprak ik hem aan en toen zei ik, ja, jij bent toch geopereerd aan prostaatkanker? Toen zegt hij, ja, dat klopt. Hij zei, maar ik ben mijn prostaat kwijt. Ik zei, nou, het is bij mij denk ik nog erger. Want ik heb prostaatkanker, maar ook uitzaaiingen. En toen zei hij iets. En ik heb daar vanavond mensen van gezien en u ook. Die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet lid worden van de Nederlandse Prostaatstichting. Hij zegt, en waarom? Weet jij iets van prostaatkanker? Ik zei, nee, ik weet helemaal niets van prostaatkanker. Hij zegt, nou, die mensen, als je nou lid wordt, dan krijg je een gratis boek. Hij zegt, er is makkelijkere literatuur. Hij zegt, maar dat moet je gewoon lezen. En als je dat nu leest, heb je in elk geval een beetje beeld wat er allemaal kan gebeuren. Hij zegt, want artsen, en dat is geen verwijt, maar artsen praten natuurlijk professioneel heel snel over de materie. En in ogen van artsen en andere medische mensen is het allemaal normaal en is het hun dagelijks werk. Maar als jij als leek met dat soort dingen in aanraking komt, Gleason scoren. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, vanavond is het uitgelegd hoe dat ontstaan is. Staat ook overigens heel uitvoerig beschreven in dat boek. Dus iedereen die prostaatkanker heeft, adviseer ik, behalve het nuttige doel, maar ook voor uzelf, word lid van die prostaatkanker en lees dat boek. Want daar gaat de wereld voor u open. Daar zullen ze heel blij mee zijn dat u dat nog een keer roept, zeker hier. Dat is heel goed. Maar merkte u ook, want ik bedoel, volgens mij, dat heeft u ook verteld, u was wel open over wat er aan de hand was, maar hoe reageerden mensen in de omgeving daarop? Ja, heel wisselend. Een aantal mensen waren, ja, die vroegen daarna. Ik heb ook genoeg mensen meegemaakt die het omzeilden. En zeker na mijn operatie, dan komen mensen bij je op bezoek. En dan zijn ze er een uur, dan hebben ze nog niet gevraagd hoe gaat het met je. En daar ben je dan verbaasd over, of een beetje boos, of verwonderd. Heel veel mensen weten toch niet, en zeker een oudere generatie zoals van mijn leeftijd, het woord kanker is natuurlijk vreselijk beladen. Ik weet wel, ik was 16 toen overleed mijn moeder aan kanker. En in die tijd sprak je niet over kanker. Dan had je het over de K-ziekte, de gevreesde ziekte. Herkenbaar, denk ik, wat ik u nu vertel. Maar nu nog is het woord kanker een hele beladen onderwerp. En de meeste mensen weten ook niet, wat moet je vragen? Want wat is je prognose? Nou, prognose in mijn situatie is natuurlijk niet zo best. In die zin, ik zal nooit genezen. Dat is ook gezegd. Het enige wat men probeert is vertragen. En dan zeggen artsen ook wel, ja, ik ben nu 74. Ja, ik ben 74. Nou, een man wordt gemiddeld 80. Dat klopt, dat zijn de statistische cijfers. Nou, wij doen toch wel ons best om u dat in elk geval te laten halen. En dan zult u waarschijnlijk wel overleden zijn, of aan dat hartinfarct waar u altijd het over had. Dames en heren, het wordt u echt zo verteld. En daar hebben medische mensen natuurlijk wel gelijk in, objectief gezien. Maar als patiënt komt er toch even iets anders binnen. Maar hoe is dat dan, zal ik maar zeggen? Want u weet, die prostaat is verwijderd. Er bleken uitzaaiingen te zijn. Er zijn uitzaaiingen gevonden in de lymfklieren. Maar u leeft daar wel mee. Ja, nou, dat is beladen. En dat gaat de ene dag beter dan de andere dag. Wordt u ermee wakker 's ochtends en gaat u ermee naar bed? Het houdt je 24 uur per dag bezig. Dat is zo. En ik heb daar ook wel psychologische hulp bij. In die zin dat ik toch zo eens in de 6 weken wel een gesprek heb met een psycholoog om dan toch weer dingen proberen
onder controle te krijgen en toch een plek te gaan geven. Was een arts en die gaf mij wel een heel goed advies. Die zei, wat doe je sport? Ik zeg, ik hou niet van sport. Ik heb nooit van sport gehouden. Ze zei, ja, maar bewegen voor het lijf is wel goed. Zeker in uw situatie. En hij zegt, weet je wat je moet doen? Koop een hond. Ik zeg, koop een hond? Wat moet ik dan met een hond? Toen zegt hij, die hond die moet 4 keer per dag naar buiten. Mooi weer, lelijk weer. Die hond moet naar buiten. En dan moet u mee. Hij zegt dus, dan moet u bewegen. Ik zeg, nou, daar hebben mijn vrouw en ik het wel over gehad. Ik zeg, maar wij reizen veel. Ik zeg, dat is nou niet zo praktisch dan een hond. Toen zegt hij, ander goed advies. En daar had de man natuurlijk wel gelijk in. Hij zegt, maak een wereldreis. Ik zeg, nou, als u niet erg vindt, knippen we hem in delen. Dus wij gaan toch wel regelmatig, zowel in het binnenland als in het buitenland, op reis. Wat ik daarmee wil zeggen, dames en heren, is probeer toch verder te leven. Je hebt geen keus. Je bent in een hoek gedreven waar de klappen vallen. En je kan geen kant op. Dus probeer dan toch maar samen met je partner het beste ervan te maken. En dat gaat met vallen en opstaan. En je hebt momenten, dan is de sky limit. En je hebt diep in dal. En daartussen word je met je gevoelens toch wel heen en weer geslingerd. En zijn die gevoelens veranderd in de loop van de tijd? Je leert ermee omgaan. Je leert er min of meer mee omgaan en het enigszins te hanteren. Maar daarmee zegt u eigenlijk, mijn gevoelens zijn wel veranderd. Enigszins natuurlijk wel. Ja. En je krijgt toch wel een soort acceptatieplicht. Je kunt geen kant op. Ik ben ervan overtuigd dat behandelende medici het beste met mij voor hebben, hun uiterste best doen om inderdaad dat leven toch te verlengen. Maar een andere keuze heb je niet. Ja, ja, dat is ook zo. En hoe ervaart u dat? Want uw vrouw is bij u ook van hier, die is meegekomen. Die komt ook een beetje uit de gezondheidszorg, dat weet ik toevallig. Dus die heeft een beetje voorkennis. Maar u zei ook van ja, eigenlijk helpt het ook wel als je dat samen op een goede manier kunt doen. Omdat, tuurlijk. Hè? Kijk, beide ben je wel verschillend. Althans, mijn vrouw en ik zijn wel beide totaal verschillend. Maar daardoor, zij komt ook uit deze wereld. Dus kijkt dan ook wat zakelijk daarna. En heeft daar natuurlijk een iets andere kijk op en beleving als dat ik dat heb. Medisch heb ik, of fysiek heb ik geen klachten. Nog niet. Dat zal waarschijnlijk wel gaan komen, maar voorlopig nog niet. Het grootste probleem is toch dat psychische probleem. Zou u dat nog eens iets verder kunnen omschrijven? Want ja, u zei, mijn gevoel is veranderd. Wat is dat dan? Is dat... Nou, laat ik u een beetje een cru voorbeeld, maar het is wel voor mij een voorbeeld. Ik ben 2 jaar geleden geopereerd, dus met die totale prostaatverwijdering en een aantal lymfeklieren. Nadien zijn er in mijn directe omgeving, mensen die ik dus heel goed gekend heb, zijn er 10 mensen overleden aan kanker. Waarvan een aantal jonger dan ik en ook een paar wat ouder dan ik. En dan prijs je je toch erg gelukkig. Want dan denk je, nou, er was er één bij, was iemand, daar zat ik mee een aantal besturen. Dat was een paar jaar jonger dan ik. En toen de diagnose kwam, prostaatkanker, toen zei hij, nou, als je het goed vindt, zal ik woordvoerder zijn. Want anders gaat iedereen vanuit die wereld van die stichtingen, die besturen en leden, die gaan je allemaal bellen. Het verpante was dat 2 maanden later, ik moest dan in oktober geopereerd worden. En 2 maanden nadat het de diagnose gesteld werd, kreeg hij klachten. En hij kreeg darmkanker. We gingen hetzelfde moment, hetzelfde ziekenhuis in. En 1 week later mocht ik naar huis. Ik kon mijn vrouw bellen en zei, nou, ik mag nu het ziekenhuis uit. Kom me maar halen. Een paar uur later ging hij ook naar huis. Alleen met de lijkauto. En dan denk je, dan heb ik nog de hoofdprijs. En dat zijn de dingen waar je dan maar aan vasthoudt. En dat je denkt, het kan nog erger. Dat is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt. Het kan altijd erger. En dat is natuurlijk wel zo. Maar dat is voor mij toch wel de oppepper
om door te gaan en het te kunnen accepteren en te aanvaarden. Ja. En hoe houdt u hoop? Want daar hebben we het ook over gehad. Hè? Dat is, hoop is een belangrijk iets. Dat je denkt van je hebt nou, u zei al, u hebt activiteit, u doet van alles, u bent in die zin fit. Maar je hebt ook hoop nodig om gewoon het leven te kunnen leiden. Nou, hoop zijn jullie. Jullie zijn mijn hoop. Ja. Nee, ik heb vanavond nu een paar artsen gehoord. Daar zijn we mee bezig. Hè? We hebben het net op de sheets gezien. Daar zijn we mee bezig. Dus jullie zijn mijn hoop. Ja. Dat door de snelheid van ontwikkeling, u heeft dat net nog uitvoerig verteld, door de snelheid van de ontwikkelingen op medisch gebied, hoop ik dat er toch, laten we zeggen, betere middelen komen dan wat me nu voorgeschoteld wordt. Wat is het verhaal? Men zegt, nou, moet je horen, je hebt fysiek geen klachten, dus we doen voorlopig nog niks. Ik zeg, ja, en dan? Nou ja, dan wordt het hormoontherapie. Maar ja, dat kan maar 1,5 jaar. Werd hier gezegd. Ik zeg, en dan? Ja, dan wordt het chemo. Maar ja, dan zijn we wel weer een aantal jaren verder. Dus mijn hoop is, en dat is het enige waar je, of althans voor mij toch wel hetgene waar ik me aan vasthoud, dan hoop ik dat hier toch mensen in deze wereld zijn die toch binnen redelijke termijn, althans nog zeker voor mij, middelen kunnen gaan vinden die toch de zaak nog meer verlengen en het leven draagbaar houden. Maar dat is natuurlijk het volgende punt. Ja. Nee, nou, ik denk dat u een hele goede opmerking is. Uiteindelijk, wij als professionals proberen natuurlijk alles zo goed mogelijk te doen, dingen te ontwikkelen, onderzoek te doen. En dat is hard nodig natuurlijk om die ziekte te begrijpen en er uiteindelijk iets goeds aan te kunnen doen. Op allerlei facetten geldt dat natuurlijk. En dat geeft natuurlijk op het moment dat het je aangaat, hoop dat je denkt van het is weer wat anders. En dat is natuurlijk ook wel iets heel specifieks, denk ik, wat bij prostaatkanker zo is. Zo'n ziekte heb je lang vaak. Dat geldt niet voor iedereen helaas, maar soms heb je hem ook heel erg lang. Dus je moet ook je leven leiden. U zei net over, u gaat ook op vakantie, u gaat weg, dat vindt u leuk. Ik heb zelf een van de patiënten die ik zelf vaak zie, die plannen hun afspraken tussen hun vakanties in. Ze zijn er ook. Dus ze zijn toevallig hier in Nederland nu. Dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Als je dat leuk vindt tenminste. Dat gaat natuurlijk om of je dat leuk. Het gaat niet om dat je dat moet doen. Maar het gaat erom waar word je warm van in je leven. En dat moet je uiteindelijk ook doen. Zo goed en zo kwaad als dat soms ook kan. Nou, was er nog één vraag. Want je ziet natuurlijk ook wel mensen putten hoop uit. Misschien ons als regulier instituut. Over wat wij doen. Maar er zijn natuurlijk ook veel dingen op internet te vinden. Die je dan misschien zou moeten doen. Er was onlangs, ik heb vandaag nog met iemand erover gesproken. Die had dat programma gezien. Of je moet vasten bijvoorbeeld. Of je in koude baden moet stappen. Er is van alles natuurlijk gebeurd. Hè? Of je wietolie moet gaan gebruiken. Heeft u daar zelf wel eens naar gezocht op internet? Nee. Nee, bewust niet. Bewust niet. Nee, bewust niet. En ik zal u zeggen waarom niet. Je kan heel veel vinden. Maar je vindt ook heel veel tegenstellingen. En dan zit je daar als leek. Ja, dan mag je het zelf invullen. Mij geeft het alleen maar verwarring. Ik weet, wietolie, de verhalen zijn mij ook bekend. Koude, warme baden. Nee, ik hou me dan toch maar aan de reguliere geneeskunst vast. En wat ik u zei, ik hoop dat die ontwikkelingen door blijven gaan. En dat dat steeds beter beheersbaar is. En ook nog voor mij. Ja, zeker. Nou, dat is denk ik een hele mooie afsluiting. Eén ding wil ik misschien een aantal mensen nog wel meegeven. Wat mij altijd verbaasd heeft in dit hele proces is de emotionaliteit. En daar bedoel ik mee dingen die waar je vroeger aan voorbij liep en dingen die je nu raken. Iets wat je op televisie ziet. Dat je zegt, dat blijkt bij veel mannen, dat blijkt mij wel uit onderzoek in de uitgebreide kennissenkring. Heel veel mannen krijgen toch wel emotionele problemen in die zin. Waar je dan als man in eerste instantie voor gaat schamen. Want een man huilt niet. Dat is een. Als ik dat vergelijk met landen in Zuid-Europa bijvoorbeeld, is dat heel gebruikelijk. Maar hier in het noorden, wij zijn natuurlijk koele, nuchtere Nederlanders. En wij doen dat niet. Dat is wel iets wat beïnvloed wordt door deze ziekte. Ja, ja. Niet alleen door de leeftijd. Maar ook wel door de ziekte. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen ook soms denken, als ik nou maar behandeld ben, dan wordt alles weer zoals het vroeger was. En dat is natuurlijk niet zo. Nee, maakt niet uit hoe die ziekte zich ontpopt op de een of andere manier. Heel erg bedankt voor de openhartigheid. En het is ook een heel mooi bruggetje, denk ik, naar de volgende spreker. Want u had het natuurlijk over de toekomst en nieuwe middelen. En daar gaat de volgende presentatie over. Dank u wel. Ja.
Het is echt een bruggetje. U heeft het mij gewoon gegeven. Nieuwe middelen. Op het moment dat die ziekte misschien niet alleen maar lokaal zit, maar toch ook verder zit in de lymfeklieren, misschien in de botten, op andere plekken in je lichaam. Dan kun je dat niet lokaal behandelen. Maar zul je iets systemisch moeten doen. Zo noemen wij dat dan. Dus dat is soms hormoontherapie. Dat is misschien chemotherapie. Er zijn allerlei andere middelen. En ook daar zijn ontwikkelingen op. Dus ik ben heel erg blij dat we een van onze internist-oncologen hebben bereid weten hebben gevonden om daar met ons over te spreken hier vanavond. Santine Feiter, aan jou is het podium om ons daarin mee te nemen. Ja, nou, dank u wel dat ik hier mag zijn. Ben ik goed te verstaan? Oké. Nou, ik ga het onder andere hebben over wat de nieuwe dingen zijn, maar ook wat doet een internist-oncoloog eigenlijk? Want wanneer kom je bij de internist-oncoloog? Want we hebben een hele hoop verhalen gehoord en een heleboel van u gaat helemaal nooit bij de internist-oncoloog komen. En dat is dan fijn. Want dat betekent dat er geen uitzaaiingen zijn. Want je komt eigenlijk alleen bij de internist-oncoloog als er uitzaaiingen zijn. Bij ongeveer 15% van de mannen die prostaatkanker krijgen, is er op het moment van de diagnose al sprake van uitzaaiingen. Bij sommige mensen is dat niet zo en die worden ze helemaal behandeld en komen er dan later toch nog uitzaaiingen. En dat is ongeveer bij 30% van de mensen. Dus dat zijn toch wel een aantal mensen, maar ook een hele hoop mensen gelukkig niet. Nou, het werd eigenlijk net al gezegd door onze ervaringsdeskundige. Als er uitzaaiingen zijn, dan kunnen we een ziekte niet meer genezen. Maar dan zetten we de behandeling vooral in dat we de ziekte gaan remmen. Of dat we hem een beetje onder controle proberen te houden. Daar hebben we verschillende soorten behandelingen voor. En u ziet hier een rijtje staan. Androgeen deprivatietherapie, ADT. En daar willen we eigenlijk alleen maar mee zeggen dat we testosteron verlagen. Chemotherapie, dat is vaak met een infuus, is een manier. Hormoontherapie, extra hormoontherapie, doen we vaak met pillen. Dan zijn er nog nieuwe behandelingen en er zijn er ook nog behandelingen die we in studieverband kunnen doen, in onderzoek. Nou, dat komt allemaal een beetje langs. Maar eigenlijk wil ik u eerst laten zien, hoe ziet een behandeltraject er nou eigenlijk uit? Nou, u ziet het hier een beetje staan. Ik neem u er even doorheen. Dit op de omhoog, dus dit lijntje, is het PSA-concentratie. Daar hebben we het al vaker over gehad vanavond. Dus dit is hoe hoog het PSA is. Hier, dit stukje is als er geen ziekte is, of in het begin wel, maar dat er geen uitzaaiingen zijn. Nou, en dan ga je een lokale behandeling geven, zoals de operatie of bestralen. Daar hebben we het allemaal over gehad. Maar soms zie je dan toch dat, dan zie je dat PSA daar, en dan gaat het soms niet helemaal naar nul. En dan ga je toch al zeggen, soms moet je dat testosteron gaan verlagen. Maar op een gegeven moment kan het toch zijn dat er toch al stiekem, of niet eens soms stiekem, maar zijn er uitzaaiingen. Dan ga je inderdaad ADT geven, dus dat testosteron verlagen. Daar kom ik zo nog even op terug. En dan geef je ook nog extra hormonen om dat testosteron nog verder naar beneden te brengen. Nou, dan zie je dat dat weer even helpt, maar dat helpt ook maar een tijdje. En hoe lang dit precies is, want dit is de tijd. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Dus dat is nooit helemaal aan te geven hoe dat is. Maar op een gegeven moment gaat dat PSA weer stijgen. En op een gegeven moment komen er meer uitzaaiingen. Nou, en wat je dan wil doen, is een extra systemische behandeling. Nou, Erik zei het net al, wat is zo'n systemische behandeling? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan die chemotherapie of die extra hormonale therapie. Nou, het belangrijkste, ik ga even vanuit van de situatie dat iemand al behandeld is. Dus we dachten dat we de prostaatkanker helemaal verwijderd hadden, maar dan blijken er toch uitzaaiingen te zijn ontstaan. Dan ga je dus naar die ADT, die androgeen deprivatietherapie, en dan ga je dat testosteron verlagen. Waarom willen we dat nou doen? Omdat die testosteron eigenlijk als groeifactor werkt voor die prostaatkankercellen. En als je die groeifactor weghaalt, dan gaan je prostaatkankercellen in ieder geval minder groeien, dus komen tot rust. Dat is het idee. Hoe werkt dat nou? De meest voorkomende, we geven dat vaak, er zijn twee opties. Testosteron wordt in de zaadballen gemaakt, in de testikels. Als je die wegopereert, dan heb je ook dat, krijg je hetzelfde. Dus dan heb je ook een androgeen deprivatietherapie. Dat deden we vroeger vaker. Nu doen we het vaak met extra hormonen. En wat doen die hormonen? Die stimuleren de hypofyse, dat is een orgaantje of een kliertje in de hersenen.
die hormonen maken. En die geven dan een signaal aan de testikels, de zaadballen, om minder testosteron te maken. Nou, en als je dat iedere keer herhaalt, dan blijft dat testosteron laag. Dus dat is waarom we dat doen. Maar op een gegeven moment heb ik u laten zien, is dat niet meer voldoende, helaas. En dan kom je bij verschillende vormen van extrasystemische therapie. Nou, chemotherapie is dan zeker iets waar we over na kunnen denken. En dan denk ik, dat is dan, heet dan vaak in het geval van prostaatkanker, er zijn veel verschillende soorten chemotherapie. Ze werken ook allemaal anders. Voor prostaatkanker hebben we gezien dat docetaxel, die naam mag u weer vergeten, maar goed werkt. En chemotherapie maakt sneldelende cellen kapot. En kankercellen zijn sneldelende cellen, dus die hebben daar een effect op. Maar er zijn ook gezonde sneldelende cellen in het lichaam. En die zorgen dan ook voor de bijwerkingen van die behandeling. Nou, ik ga niet alles heel erg uitgebreid bespreken nu, maar wat zijn bijvoorbeeld bijwerkingen van chemotherapie? In dit geval, je wordt er vaak kaal van. Je krijgt minder bloedcellen, dus minder rode bloedcellen, minder witte bloedcellen die belangrijk zijn voor de afweer, minder bloedplaatjes die belangrijk zijn voor de stolling. Dus dat zijn allemaal risico's die je dan mee moet nemen in die behandeling. Neuropathie betekent schade aan de zenuwuiteinden, of aan de zenuwen en in dit geval aan de zenuwuiteinden. En dat zit vaak in de vingers en in de tenen. Die kunnen gaan tintelingen of doof worden. Dus dat is een nadeel van deze behandeling, want dan kun je soms gewoon dingen niet meer goed voelen. En soms krijgen mensen ook last van de nagels. Nou, dat zijn zomaar een paar bijwerkingen. Dus dat kunnen we doen. Maar een andere manier van behandelen is extra hormonale therapie. En dan hebben we daar verschillende soorten in. Ik ga dat een beetje met u uitleggen hoe dat dan werkt. Abiraterone geef je vaak in de vorm van met prednison en we hebben ook enzalutamide. Nou, abiraterone, dat is dus met prednison, dat leg ik u ook uit waarom dat is. Het is een beetje een technisch verhaal, maar ik probeer u dat uit te leggen. Abiraterone rent een enzym, dat is CYP17 en dat heb je in de testikels en in de bijnieren en in de prostaatkanker is dat nodig om testosteron te maken. Dus ook al haal je dat testosteron met die ADT heel erg omlaag, nog steeds is er altijd een beetje testosteron in je lichaam aanwezig. En die abiraterone zorgt ervoor dat dat nog veel minder wordt. Dus dat doe je ook bovenop die ADT. Dus die ADT gaat altijd door. Ik heb dat net niet gezegd, maar dat wordt dus, hè, je kunt dan een operatie doen of je geeft dat in hormoonspuiten. En die worden dan elke zoveel maanden gezet. Dus je gaat altijd door met die spuiten. Die ADT werkt dus met name op de testikels. Dus daarom is ook het idee dat die abiraterone daar extra op werkt. Maar het werkt ook vooral ook, heeft ook werking op de bijnieren. En omdat het op de bijnieren werkt, geeft het daar weer bijwerkingen van. En die bijwerkingen ga je tegen met prednison. Dus je kunt die abiraterone nooit zonder die prednison geven, want dat geef je echt om te voorkomen dat je ernstige bijwerkingen daarvan krijgt. Abiraterone zelf heeft wel ook weer nadelen, want je kunt er een hoge bloeddruk van krijgen. Je kunt er moe van worden. Soms valt dat mee, soms valt dat tegen. Gewrichtspijnen, je kunt er vocht van vasthouden. Opvliegers krijgen, hoofdpijn of diarree. Dus het is niet zomaar dat dat een onschuldig middeltje is met een pilletje dat je even inneemt wat niks met je doet. Dat heeft ook echt wel invloed. Enzalutamide werkt anders. Is een extra of een ander hormonaal middel. En wat die eigenlijk doet, is die bindt op de receptor. Je hebt de kankercellen en die krijgen allemaal signalen van buiten. En wat die, en onder andere is dat testosteron. En door die testosteron gaan ze groeien. Wat die enzalutamide doet, is blokkeren dat die testosteron kan binden aan die kankercel. Dus blokkeren dat hij zijn signaal kan geven om te groeien. Met het idee dat hij dan ook niet verder gaat groeien. Dus dat werkt vooral ook op die kankercellen. En dan heb je ook hier bijwerkingen van een hoge bloeddruk, opvliegers, vermoeidheid, hoofdpijn. Soms raken mensen wat vergeetachtig en kunnen ze zich wat minder goed concentreren. Dus ook dit is een middel wat heel goed kan werken, maar ook zeker wel zijn bijwerkingen kan zien. Nou, wil ik u graag een voorbeeld laten zien van hoe abiraterone kan werken en waarom we PSA, daar hebben we het al vaker over gehad, vandaag gebruiken in de behandeling, maar waarom dat ook niet het allerbelangrijkste is. Nou, ik heb hier een voorbeeld van een patiënt en die heeft een skeletscan gehad. En je ziet hier, dit is een 72 jaar oude meneer en die is in 2007
gediagnosticeerd met prostaatkanker, een Gleason 7, maar had bij start van de behandeling al uitzaaiingen in de botten met een PSA wat 290 was, dus dat was een hoog. Toen zijn ze op dat moment meteen al gestart met de ADT. En verder hebben we toen niks gedaan, toen was er ook niks anders. En dan wacht je gewoon af wat er gebeurt. Nou, in dit geval is dat heel lang goed gegaan. Want je ziet, het is 2007 en dit plaatje is van december 2013, dus dat is 6 jaar later. Dat is heel lang. En dan zie je toch dat dat PSA gaat stijgen en dat de botuitzaaiingen toenemen. Dus op dat moment zeggen we niet meer dat het een hormoongevoelige kanker of hormoonsensitieve prostaatkanker is, maar dan zeggen we het is castratieresistent. Dan ga je zeggen, dan willen we iets extra's geven. Dus toen hebben ze daarvoor gekozen om dat te doen, nou ja, een aantal maanden na deze scan in 2014. Dus 5 maanden na die scan. En als je dan ziet wat er met de PSA gebeurt, want u ziet hier het lijntje van wat de PSA doet. En laag is natuurlijk goed en stijgen is niet goed. Dus hier ging het niet goed. Toen hebben ze hier in april 2014 is er gestart met de abiraterone. En dan zie je dat PSA in eerste instantie wel daalt, maar dan toch weer een beetje stijgt en een beetje blijft hangen. Maar dat gaat wel een tijdje zo, gaat dat wel goed. En dan in 2016, dus zijn we bijna 2 jaar later, gaat het ineens best wel snel stijgen. Ja, dat gaat ineens gaat dat hard omhoog. Maar het doet dus niet heel veel, want het ging niet naar nul. Maar als we dan zien wat er in een andere bloedwaarde gebeurt, want we kijken natuurlijk niet alleen naar het PSA, zie je dat bij mensen met botuitzaaiingen is deze waarde vaak verhoogd, het AF of het alkalisch fosfatase. En dan zie je dat dat in het begin, voor de behandeling, heel duidelijk aanwezig was. En dat wijst vaak op dat die botuitzaaiingen actief zijn, dat ze dat stofje produceren. En na de start met de abiraterone zie je eigenlijk dat dat alkalisch fosfatase, dat is eigenlijk mooi gedaald en dat blijft zo'n beetje hangen. En er gebeurt niks mee, terwijl dat PSA doorstijgt. Dus dan is een beetje de vraag, wat is daar nou aan de hand? Maar eigenlijk ja, moet je dan meteen stoppen omdat het PSA stijgt. Maar die meneer had ook geen klachten, dus dan gaan we toch nog even door. En als je dan kijkt, deze meneer heeft 3,5 jaar abiraterone gehad. Ook dat is lang. Dit is een uitzonderlijke casus die zo lang op prednison of op hormonale behandeling reageert. Maar je ziet hier, dit is het plaatje van de skeletscan. Alle hele donkere plekken zijn waar de uitzaaiingen zitten. Dus dit was in 2013. Dit is 4 jaar later. En eigenlijk zie je dat het nog steeds veel minder zwart is op dit plaatje dan op dat plaatje. Wat betekent dat die botuitzaaiingen eigenlijk nog steeds heel erg rustig waren. Om maar even aan te geven dat abiraterone heel goed kan werken. Dat PSA belangrijk is om te kijken hoe het gaat. Maar zeker niet het enige is om te laten zien wat er aan de hand is. Nou, ik heb dus met u besproken een paar soorten behandelingen. Chemotherapie hebben we het kort over gehad. En we hebben het over hormonale therapie gehad. Ik heb kort benoemd, je hebt de hormoongevoelige ziekte, de hormoonsensitieve ziekte of de castratieresistente ziekte. En ik heb dat hier even in tweeën gedeeld. En het begon al met mensen die dus eerst behandeld zijn en daarna uitzaaiingen kregen. En dan gaan ze behandeld worden met ADT. En dan als dat niet meer werkt, ga je door bijvoorbeeld met chemotherapie. Of met een van die twee hormonale therapieën. Het kan ook andersom zijn dat je eerst die hormonale therapie geeft en dan de chemotherapie. Dat is niet altijd een duidelijke keuze in. Dat hangt een beetje vanaf hoe de patiënt is, waar je naar kijkt en waar de uitzaaiingen allemaal zitten. Dan zijn er daarna ook nog andere soorten behandelingen. Daar ga ik nu niet verder op in, maar cabazitaxel is een andere chemotherapie. En dan heb je ook nog radium 223. Dat is een radioactieve stof en dat werkt vooral of eigenlijk bij mensen die alleen maar botuitzaaiingen hebben. Nou, dat is voor mensen die dus later in de ziekte uitzaaiingen krijgen. Maar we hebben dit stukje gezien, dus dit hebben we nu besproken. Maar wat we nu weten is dat als je het volgende hebt, dat je al eerder in de ziekte, dus als je nog hormoongevoelig bent, dat je al eerder extra systemische therapie gaat doen. Want als je dat dan doet, en dat ziet er dan zo uit, dat je die docetaxel, die chemotherapie, eigenlijk al eerder geeft. En dat kan zelfs ook nu met abiraterone. En we weten dat als we deze behandeling
Dus hè, die we vroeger alleen gaven bij mensen die niet meer reageerden op de hormonen. Als we dat eerder geven, dat mensen gemiddeld langer leven. Dus daarom zijn we nu bij mensen die aan verschillende voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld heel veel botuitzaaiingen, dat we daarover nadenken of we dat niet meteen moeten doen. Maar dat is dus echt bij de mensen die gediagnosticeerd worden met prostaatkanker en op dat moment al meteen veel uitzaaiingen hebben. Dan gaan we hierover nadenken. Dan is het, dus dat is wat we nu standaard aan behandelopties hebben. Dan zijn er ook nieuwe behandelingen. Immuuntherapie, daar heeft u vast wel eens van gehoord. Immuuntherapie zorgt ervoor dat het eigen immuunsysteem geactiveerd wordt om tumorcellen te herkennen en dan een afweerreactie op gang te brengen en zo de tumorcellen op te ruimen. Het is een beetje vereenvoudigde uitleg, maar hier komt het eigenlijk wel op neer. Dus je zet je immuunsysteem aan. Daar hebben we best mooie resultaten van gezien bij andere soorten kanker. Bij melanoom, of bij longkanker of bij blaaskanker. Bij prostaatkanker hebben we daar natuurlijk ook onderzoek mee gedaan. Dat valt heel erg tegen. Eigenlijk zien we dat dat niks doet. Er zullen altijd een heel klein percentage zijn van de mensen bij wie het misschien wel wat doet. Die heeft dan misschien een speciale tumor waar dat iets op doet. Daar zijn we naar aan het kijken. Maar het valt tegen, helaas. Dan heeft u ook wel eens gehoord van lutetium 177 PSMA. Lutetium 177 is een radioactieve stof. En die bindt via de PSMA, dat lijkt een beetje op dat PSA, hè, die is één letter verschil. En die PSMA is prostaatspecifiek membraanantigeen. En dat bindt aan die prostaatkankercellen. Omdat het daaraan kan binden en dan geeft het daar straling af. En dan gaat het dus precies op de plek waar die kankercellen zitten, want daar bindt het aan, gaan de kankercellen kapot gemaakt worden. Dus dat klinkt als een heel goed idee. Dat lijkt het ook. Dat wordt in Duitsland veel gedaan. Dus daar horen we ook wel goede verhalen van. Maar we weten niet precies, want dat is niet goed uitgezocht. Wanneer moeten we dat dan doen? Wat zijn de bijwerkingen? Hoe vaak moeten we dat doen? Bij wie moet je dat precies doen? Dat weten we niet. Dus we weten ook niet zo goed hoe effectief het wel niet is. Want er zijn goede verhalen, maar de slechte verhalen horen we ook vaak niet. Dus we horen altijd een vooroordeel van het is heel goed, maar de slechte verhalen weet je niet. Dus dat maakt het altijd moeilijk om dat te beoordelen. Daar hebben we in Nederland dit jaar een onderzoek mee gedaan. De Vision Trial, wellicht heeft iemand daarvan gehoord. In meerdere ziekenhuizen in Nederland waar we hebben gekeken of dit een goede behandeling is. Bij mensen die al eigenlijk alle andere soorten behandeling hebben gehad. Dus die mensen hadden eigenlijk allemaal al één of liever twee soorten chemotherapie gehad. En al minimaal één lijn hormonale therapie. Dus die waren eigenlijk aan het einde van de behandeling en waren geen andere opties meer. Daar weten we de resultaten nog niet van, want dat onderzoek is nog maar net klaar. Daar moeten we echt van afwachten of dat middel zo goed is als dat we denken of dat we eigenlijk hopen dat het is. En als daar goede resultaten van komen, verwacht ik wel dat we dat ook als standaard zorg gaan aanbieden. Maar nu is dat nog niet zo. Wordt er ook nog veel onderzoek gedaan naar andere hormonale middelen. Nou, dan ziet u hier twee namen staan, apalutamide of darolutamide. Dat zijn middelen die een beetje werken, maar net op een andere manier als de middelen, de enzalutamide en de abiraterol, zoals ik dat net met u besproken heb. Dat zijn nog niet standaard behandelingen. We weten ook nog niet of de een nou beter is dan de ander, want zulke onderzoeken hebben we nog niet gedaan. Dus misschien zijn ze beter, misschien niet. Dan moet het onderzoek uitwijzen of dat zo is en wat dan het beste is. Dan wil ik het ook nog met u hebben over studiebehandelingen. Want wat is dat nou precies? Dat zijn behandelingen in het kader van onderzoek. Met als doel om verder te komen en nieuwe opties. Nieuwe behandelopties te vinden die effectief zijn. Het voordeel van meedoen aan onderzoek is dat je toegang hebt tot een mogelijke nieuwe behandeling. Het nadeel is dat je nog vaak niet altijd weet of dat wat gaat doen. Dus je neemt altijd een risico. Dus als die onderzoeken er zijn, is het altijd interessant om te kijken of je daaraan mee kunt doen. Meedoen aan onderzoek heeft ook nadelen. Het duurt soms langer voordat je kunt starten, want je moet aan een hele hoop regeltjes voldoen. En dat klinkt raar, maar ze willen in die onderzoeken graag dat de mensen die in die onderzoeken zitten,
graag zoveel mogelijk op elkaar lijkt, op de ziekte in elk geval. Dat als je één ding verandert dus in de behandeling, dat je ook kunt zeggen, het komt precies daardoor. En niet omdat de ene patiënt zieker was dan de andere patiënt. Dus daarom kan ook niet iedereen meedoen en zijn ze heel streng in die onderzoeken. En vaak, niet altijd, hangt helemaal van de studie af en hoe dat opgezet is, moet je ook loten. Dus kan je loten tegen de standaardbehandeling of tegen de experimentele behandeling. En daar heb je niks over te zeggen. Dat doet de computer, die loot. Dus het is eigenlijk een dubbeltje opgooien. En dat maakt het soms ook wel heel lastig, want dan wil je graag iets en dan heb je daar niks over te zeggen. Nu op dit moment hier in het AVL, als we kijken naar onderzoeken met behandelingen die we doen voor prostaatkanker, is dat we wel immuuntherapie nog steeds onderzoeken, want we hebben nog steeds die hoop dat dat wat gaat doen. Maar we doen dat dan in combinatie met andere medicijnen. Dus bijvoorbeeld hormoontherapie, dus de enzalutamide of de apalutamide. Of we doen dat in combinatie met chemotherapie, zoals de docetaxel. We combineren het ook immuuntherapie met een ander medicijn. En dat is in dit geval dan olaparib. En dan ga ik heel kort terug op wat de klinisch geneticus ons verteld heeft met de BRCA-mutaties. We denken dat mensen die dat hebben, gevoelig zijn voor behandeling met olaparib. Dus daar zijn we naar aan het kijken of dat iets gaat zijn. En we kijken altijd of er nog andere onderzoeken zijn. Dus dat is waar we mee bezig zijn. Die onderzoeken die gaan door. We verzinnen nieuwe onderzoeken. Dat doet de hele wereld. En wij proberen daar aan mee te doen en ook zelf dingen aan te dragen en op te zetten. Dus wie weet wat er op termijn weer voor andere onderzoeken zijn. Nou, wat moet u onthouden van mijn verhaal? Beloop van prostaatkanker is bij verschillende mensen altijd verschillend. Dat het bij de een zo gaat, betekent helemaal niet dat het bij de ander ook zo hoeft te gaan of zo gaat. Als de ziekte uitgezaaid is, kun je de ziekte voor het algemeen alleen maar remmen en niet genezen. Maar er zijn wel verschillende behandelingen die we kunnen doen om dat zo te doen. Dat kan met die ADT, die testosteronverlagende therapie, met chemotherapie en met hormonale therapie. PSA is belangrijk in de behandeling, maar zeker niet het belangrijkste. Het is ook heel belangrijk hoe het met iemand gaat. Als iemand nergens klachten van heeft, dan moeten we altijd nadenken van hoe snel gaat dit en denken we dat dit op korte termijn problemen gaat opleveren. Dan zijn er dus nieuwe behandelmogelijkheden waar ik het over heb gehad en altijd nog studiebehandelingen. En daar wilde ik het graag bij laten. Ik heb gelijk een vraag voor je vanuit het publiek die ik net heb geselecteerd. Mochten er nog vragen komen, laat ze nog even doorkomen. Misschien de mensen van de communicatie. Op het moment dat je dus een uitgezaaide ziekte hebt, is het dan zinvol? Er zijn tegenwoordig, daar heeft Niels volgens mij ook al even over, over die hele specifieke scan, die PSMA-scan. Heeft het dan zin om dan bijvoorbeeld ook vaker te scannen met zo'n scan, zodat je heel goed weet waar dan die nieuwe uitzaaiingen zitten bijvoorbeeld? Nou, we doen dat niet, omdat je kunt met zo'n PSMA-scan wel zien waar het zit. Maar het heeft ook weer zijn beperkingen, omdat je vaak met zo'n PSMA-scan niet goed kunt meten hoe groot iets is. Het ligt op, maar die scan die eraan vastzit is niet zo specifiek als andere scans. Dus daarom maken we eigenlijk vaak alleen een CT-scan om te zien hoe groot iets was. Want als je één keer weet waar het zit, dan kun je het ook veel makkelijker terugvinden. Dus dan is dat ook niet nodig. Dus dat is eigenlijk niet nodig om dat steeds heel vaak te doen? We doen zeker in de behandeling, als iemand bijvoorbeeld uitgezaaide ziekte heeft met botuitzaaiingen of soms met lymfeklieruitzaaiingen. En we hebben iemand die heeft een hoog PSA en we geven die behandeling en we zien dat PSA dalen en mensen voelen zich ook goed. Dan maken we ook niet altijd scans. Want dan gaat het erom dat iemand zich goed voelt en we zien dan toch die PSA wel als maat voor de activiteit van de ziekte. Dus zolang dat laag blijft of niet al te hard doorstijgt, gaan we niet elke zoveel maanden scans maken, want dat brengt ons niks. Dankjewel. Even de sprekers even bij de tafel. Ik heb even wat geselecteerd. Ik kan natuurlijk niet al uw vragen langs laten komen, maar ik heb ze wel even gebundeld. En dat was wel. Er liggen twee microfoons, dus dan gebruik ik deze even, dan kan iedereen het horen. Even kijken, die heb ik al gehad. Ik had gelijk voor jou, Floris, een vraag over de bestraling. Bestraal je eigenlijk altijd in combinatie met hormonale therapie? Pak even de microfoon. Ja. Vaak wel. Maar dat is dus nog steeds zo dat ondanks alles wat we veranderd hebben met die bestraling, dus de dosisschema's, wel of niet stereotactisch, dat nog steeds hormonale therapie werkt.
Het werkt een klein beetje bij het intermediair risico. Dan gaan we weer met die risicogroepen. En bij het hoog risico niet gemetastaseerd. En bij het beperkt lymfogeen gemetastaseerde prostaatcarcinoom. Is het nog steeds standaard en werkt het ook. En kun je ook stereotactisch bestralen nadat je bijvoorbeeld brachytherapie hebt gehad? Maar dat is weer een heel andere tak van sport. Dat is als de kanker teruggekomen is na brachytherapie, kun je bijvoorbeeld de prostaat nog behandelen met stereotactische rijtherapie of met een andere vorm van brachytherapie. Maar we gebruiken ook tegenwoordig als de kanker heel beperkt is uitgezaaid, dus je hebt bijvoorbeeld 1 of 2 uitzaaiingen, gebruiken we ook stereotactische rijtherapie om die uitzaaiingen te attackeren. Ja, en ik pak gelijk even alle radiotherapievragen, dat begrijp je. Is het zinvol om wel iemand bijvoorbeeld op zijn prostaat te bestralen terwijl hij toch uitzaaiing heeft in zijn lymfeklieren? Ja, ook dat is dus alleen in de lymfeklieren? Alleen of gewoon, in de lymfeklieren, ja. Als de lymfeklieren beperkt zijn tot het bekken, ja, dus in die omgeving, dan is het zinvol om die te bestralen. Oké, en dat is eigenlijk iets nieuws, begrijp je? Ja, dat weet ik natuurlijk, maar dat is een goede vraag uit de zaal. Dat doen we sinds een jaar of 5 zijn we daarmee begonnen, of al iets langer. Ja. Oké. Gelijk even een vraag naar jouw buurvrouw, naar Marleen. We hadden het natuurlijk over die mutaties en dat kwam uit BRCA of BCA 1 en 2 aan. Is het gewoon niet zinvol om gewoon maar preventief die prostaat eruit te halen? Zoals je dat ook bij vrouwen doet die een verhoogd risico lopen op borstkanker. Of is daar wel eens over nagedacht, laat ik zo zeggen? Misschien. Het risico voor een man met een BRCA-mutatie is, ligt rond de 20% of 30% afhankelijk van of het het BRCA1 of 2-gen is. Dan heb je ook 70% tot 80% kans om geen prostaatkanker te krijgen. En de ingreep om een prostaatverwijdering te doen heeft enorm veel gevolgen. Dus dat is niet een optie om dat te overwegen. Dan zouden we eerder richting screening gaan. Okay. Het kan heel snel, heb ik net op het filmpje gezien, zo'n operatie. Dat gaat echt razendsnel, echt. Eitje, ja. Maar jij zou zeggen, dat is eigenlijk een brug te ver. Ja. Toch? Dat is eigenlijk voor dit moment een brug te ver en eigenlijk vraagt dat op andere. Ik zou dan eerder denken aan hoe kunnen we zorgvuldig de screening vormgeven, dat alleen de mensen behandeld worden die ook daadwerkelijk prostaatkanker krijgen. Ja, zeker. Even een vraag aan Niels. Ook een interessante vraag die ook heel vaak voorkomt in de dagelijkse praktijk. Je neemt zo'n biop, hoe je dat dan ook neemt, of via de darm, maar eigenlijk veel vaker tegenwoordig natuurlijk via het perineum, het gebiedje tussen de anus en de balzak. Sleep je daarmee nou niet heel veel kankercellen door het lichaam heen, die dus vervolgens daar weer groeien en dat daar van alles mee gebeurt? Nee, in de praktijk is dat niet zo. Nee. Nee, anders. Maar, nee, maar dan is dus ook geen risico, zal ik. Hij staat aan, hoor. Hij staat aan. Ja. Maar er is dus geen risico dat je sleept, zal ik maar zeggen. Nee, dat risico achten we niet aanwezig. Nee. Als dat zo zou zijn, dan zou mensen met beperkte ziekte, beperkte kankercellen, waarschijnlijk al kanker krijgen in de endeldarm, bijvoorbeeld. Ja. Of ergens anders in het lichaam. En eigenlijk gebeurt dat. En dat gebeurt er niet in de controle. Dus dat is hetzelfde ook bij biopten, overigens, van andere tumoren, dan zien we eigenlijk niet versleping. Oké, ja. Ik vind het een hele goede gedachte. En ik weet niet wie hem heeft gesteld, maar het was heel goed als we daarover na hadden gedacht voordat we die biopte gingen doen. Maar we weten uit ervaring, het kan veilig. Ja. En eigenlijk hebben we daar volgens mij in het verleden nooit over nagedacht. Maar dat was helemaal niet gek geweest. Ja. Even kijken. Dit is een vraag die ik zelf kan beantwoorden. Er is een onderzoek gedaan over wat je nou moet doen met nazorg na een prostatectomie. En dat onderzoek loopt nog steeds. Moet je dat nou per se in het ziekenhuis doen? Je prostaat is eruit gehaald, dan blijf je PSA's controleren. Of kun je dat bijvoorbeeld ook bij de huisarts doen? Nou, dat is onderzoek wat nog momenteel loopt. Dus daar is eigenlijk nog geen uitkomst op wat nou eigenlijk beter is. Die PSA-meter is 1, maar de begeleiding en wat natuurlijk de gevolgen van zo'n operatie is 2. En de vraag is of de huisarts dat natuurlijk goed kan tackelen. Dus dat weten we eigenlijk nog niet hoe dat zit. Wil ik eigenlijk even door naar Esther over die operatie. Je hebt natuurlijk gesproken, je hebt het ons laten zien hoe vlot dat er allemaal uitgaat. En met mooie nieuwe technieken. Maar wanneer haal je nou die lymfeklieren eruit, is een vraag. Wat is nou de reden om ze eruit te halen? Want dat hoeft dus blijkbaar niet altijd. Nee, het hoeft niet altijd. We maken een risicoscore. Daar gebruiken we nomogrammen voor. En dan voorspellen we hoe groot het risico is op lymfeklieruitzaaiing. En als dat boven een bepaalde percentage gaat, ja, dan bieden we eigenlijk altijd de behandeling aan met een lymfeklieroperatie.
Ja, en wat zijn nou... er wordt een risico ingeschat voor hoe groot die kans is mogelijk dat... voor je het weet ga ik u een vraag stellen, hoor. Pas op. Ja. Goed, dank u wel. Hoe groot dat risico, maar een lymfeklierverwijdering is ook niet helemaal zonder risico, volgens mij. Nee, er is ook een complicatierisico. Dat wordt ongeveer geschat in de literatuur overal op 20%. Dus dat betekent ook dat als je een heel laag risico prostaatkanker hebt, dat we dan ook niet die lymfeklieren verwijderen. Nee. En dat je dan eigenlijk meer er last van hebt en dat je er winst bij hebt. En wat zijn die bijwerkingen van die verwijdering van die lymfeklieren in de buik? Nou, je kan wat vocht krijgen in de onderbuik, in de bovenbenen, wat we noemen lymfevocht op hoofdbenen of lymfokerle. Dat kan dan weer gaan ontsteken. En dan moet daar misschien alweer een slangetje in om dat af te laten voeren. Ja. Dus dat zijn soms heftige complicaties. Ja. Hey, en bij die operaties, jij sprak natuurlijk over zenuwsparend opereren. Dat kan niet altijd. Dan vraagt iemand, ja, wanneer kan dat nou wel en wanneer kan dat nou niet? Nou, ook daar kijken we met name naar de localisatie van de tumor. Hè. Als de tumor door het kapsel heen groeit, ja, dan zou je eigenlijk al aan die zijde niet zenuwsparend kunnen opereren. Gleason score, daar is die weer. Is ook een belangrijke. Heb je een hele hoog Gleason score, ja, dan is zenuwsparing ook lastiger. Bij een wat lagere Gleason score zou dat natuurlijk wel kunnen. En we kijken natuurlijk ook altijd naar de wens van de patiënt. En of iemand nog bijvoorbeeld goede erecties heeft. Ook dat bepaalt wanneer we wel of niet zenuwsparend opereren. Ja. Maar dat is ook een plan wat we samen met de patiënt moeten maken voorafgaand aan de operatie. Ja, oké. Laatste vraag voor jou, of misschien wel voor iemand anders. Die zegt van, iemand die zegt van, ja, ik ben geopereerd aan mijn prostaat, dat is er eigenlijk allemaal goed uitgehaald. Er was mij van tevoren gezegd dat daarna mijn PSA er eigenlijk niet meer zou zijn. En nou begint dat weer te stijgen. Hoe kan dat nou? Ja, als er een stijgend PSA hebt na een operatie, is dat over het algemeen prostaatkankeractiviteit wat je meet. Hè. Dus als de prostaat eruit is, moet PSA 0 zijn. En alles wat je daarboven meet, is niet goed. En dat kan zijn dat dan de prostaatkankercellen zich hebben genesteld daar waar de prostaat heeft gezeten. Dus dat er een positief snijvlak is geweest. Of dat er toch al op celniveau uitzaaiingen zitten in de lymfeklieren. Hm. En als dat PSA... gaat stijgen en dat bereikt een waarde van 0,2 of hoger, ja, dan kunnen we zo'n PSMA PET-CT-scan maken. Want je hebt ook PSA nodig om een afwijking op die PET-CT-scan te laten zien. Ja, oké, okay, dankjewel. Voor Jantien nog twee vragen en dan gaan we stoppen, want het wordt ook al laat. En dan, de sprekers zijn hier ook nog in de buurt, maar ik wil deze toch niet allemaal laten gaan. Die komen een aantal keer terug. Op het moment dat je hormonale therapie geeft... daar heb je allemaal verschillende doseringen in. Je hebt depots bijvoorbeeld van een maand en van 3 maanden en van een half jaar. Wat is nou het beste? Ja, er is op zich, ja, ik ben goed verstaan denk ik, niet enorm veel, niet enorm veel verschil. Je wil natuurlijk wel, hè, je wil natuurlijk niet te vaak prikken, want die prikken zijn ook niet heel erg fijn. Dus vaak kom je uit op een maand of 3. 6 maanden kan ook, maar wat je soms ziet, en dat kun je niet helemaal van tevoren zeggen, is dat hij wat uit gaat werken. En dan is 6 maanden weer lang. En op zich zou dat moeten, want daar is dat medicijn voor getest. Maar we zien toch soms dat je dan toch weer ziet dat testosteron langzaam op gaat lopen. Dus daar zijn de verschillen in en daar moet je dan ook naar kijken. Dus is er één het beste? Nou, we gebruiken vaak de 3 maandelijks, omdat dat er een beetje tussenin zit, dat je niet elke maand hoeft geprikt te worden. En we denken dat het met 6 maanden misschien... dat het risico iets hoger is dat testosteron weer gaat stijgen. Maar dat wordt over het algemeen ook vaak gecontroleerd. Dus als dat zo zou zijn, dan kun je daarna er altijd nog wat aan doen en altijd nog dat omzetten. Oké, dankjewel. En dan een laatste vraag voor jou. Waar het gaat om die nieuwe middelen, de abiraterone, de enzalutamide. Je hebt er volgens mij ook wel iets over gezegd, maar het is toch een vraag van ja, wanneer wordt er nou gekozen voor het ene en voor de ander bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk werken ze allebei even goed. Dus het effect is eigenlijk hetzelfde. En dus er is niet per se een reden om het een voor het andere te kiezen. En ik bespreek eigenlijk vaak de bijwerkingen. En sommige mensen zijn wat ouder en zijn dan wat vergeetachtig. Dan ben ik wat meer geneigd om niet de enzalutamide te kiezen waar dat een extra bijwerking bij is. Dus dan kies ik liever voor de abiraterol en de prednison. Er zijn ook mensen die nog jong zijn, maar wel al suikerziekte hebben. Dan is dat weer een reden voor mij om de prednison wat minder snel te geven. Omdat dat vaak de suikerziekte weer een beetje... in de war schopt. Dus dat is altijd per patiënt kijken, wat zijn de bijwerkingen, wat heeft iemand nog meer voor ziektes en wat heeft de voorkeur van de patiënt zelf. Ja.
Ja. Dus eigenlijk is het altijd, het is, toch blijft altijd maatwerk, hoe dan ja, ook. Ja, in principe wel, ja. Zeker. Oké, dank u wel. Dan, ja. Kom even zitten nog, ja. Kom nog even zitten voordat we afsluiten. Ik wil onze sprekers heel hartelijk bedanken. Ik wil onze ervaringsdeskundige heel hartelijk danken voor zijn komst en voor dit te delen. We zijn aan het einde gekomen van dit symposium, van deze lezingencyclus voor vanavond. Ik hoop dat u wat ervan opgeschoten bent, wat hebt geleerd, wat nieuwe dingen hebt gezien. Misschien bevestigd bent in wat u al dacht. Of ja, misschien houdt u toch ook nog vragen over of wilt u dat nog eens een keer teruglezen, dat kan. Of terughoren, dat kan natuurlijk, want dit hele symposium zal uiteindelijk via onze website avl.nl morgen, is mij verzekerd, weer terug te zien zijn, mocht u dat nog willen. De sprekers zullen hier zo direct ook nog even zijn, dus als u nou echt nog vragen heeft, dan kunt u hen natuurlijk ook even aanschieten. Verder raad ik u altijd aan, mocht u uw eigen behandelaar vragen willen stellen, doe dat ten alle tijde. Doe dat echt in alle tijden. Als u vragen heeft en u denkt van nu iets binnenziet, schrijf dat op en de volgende keer dat u naar behandeling gaat, vraag het. Als u niet vraagt, dan kunnen we ook geen antwoorden geven. Zo werkt het. En als u echt denkt dat u een ander advies nodig heeft, dan kan het soms ook handig zijn om een tweede mening te vragen over uw situatie. Rest mij u een goede thuisreis toe te wensen. Kom veilig thuis. Ik weet niet hoe het weer nu is. Zo straks was het heel slecht, geloof ik. Nu is het wat beter. Veilige thuisreis en wij zien u graag weer een andere keer terug. Dank u wel. APPLAUS